The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. AA, ah, I'm here at you for the zon. As it ergens over moet gaan. Zendeleste! Not the face! ribbons of the gilded array! Idere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA zoals jullie horen is de stem stil aan een comeback bezig en na een afwezigheid van een paar weken zijn we eindelijk terug. Wat hebben we jullie toch allemaal gemist? Onze gast is een uh, voormalig Humo's Comedy Cup-winnaar, uh, comedian, acteur en tv-maker. Voor zijn volledige palmares zie de inleiding van aflevering 131. We gaan dat niet eindeloos blijven herhalen. Dat was zijn eerste passage bij ons. Uh, en wist ons ook net te vertellen dat dat september 2020 was. Dus mijn god, wat vliegt de tijd! Momenteel is hij sidekick en redactielid in de ideale wereld en toert hij. Hij is net in première gegaan trouwens met zijn gloednieuwe zaalshow, The One and Lonely. Wat een geweldige titel. Ik ben al keihard blij dat hij hier terug is. Het is weer veel te lang geleden. Welkom terug, Gunter Lamoot. Dag Alex. Dag Andries. Hey, voilà. En uh, zijn vrouw Sylvie is er ook bij, want die heeft u nog hier gereden vandaag? Of? Ja, het is trainstaking en ik ben zo'n naap, ik kan niet rijden. Ik heb wel mijn rijbewijs sinds 1988, maar sinds. Bij 1 heb ik nooit gereden. Ik ben nog altijd niet aan het rijden, dat is echt zo. Zon. Nee, dat is te laat, nee. dat is veel te veel informatie. <laughs> en zou je stel, stel dat het een, een kwestie van leven of dood is. Ja, maar ik zou niet weten wat je moet doen. Echt niet? Nee. 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 Ik zou niet weten van, van, van zo die pedalen van onder. Eh, dat zijn er drie zeker, of, of twee? Ik weet niet. Ik zou, ik zou niet meer weten wat dat is. Als het een, een automatiek is, zijn er twee. Ja. Als er niets mee. Uh, automatiek zou misschien nog iets ah, wel, ik heb. Savan nog, denk maar ik. Maar ik heb mijn examen gedaan met een automatiek. Och. Maar dat was niet de bedoeling. Dus ik heb uh, leren rijden met een gewone auto, uh -huh. maar dan op de dag van het examen uh, waren er geen uh, gewone auto's. Hoe zei je dat? Ja. En dan heb ik heb mijn examen en automatiek gedaan, wat ook niet echt kosher is, maar komt nee. voor mij. Uh, dat was goed voor mij. Oh, wel ja, ik heb er niks mee gedaan. Dat maakt niet veel meer. <laughs> dat maakt niet veel meer uit, maar. Nee. Maar ja, dat is eigenlijk dan, dan, maar dan kun jij toch eigenlijk rijden. Nee. Basically. Nee, waarom, je dat niet meer? waarom heb je dat eigenlijk nooit niet meer gedaan daarna? Dat, vond dat... jij dat gewoon niet leuk? Of had jij, er zo wat, had jij geen auto? Of was dat eigenlijk de reden? Uh, een auto had ik sowieso niet. Uh, anders mo moest ik rijden. Dat zou wel cool geweest zijn. Mijn vader had vroeger een, uh, een Citroën, een DS. Oh, mooi, zo, zo strijkke Ja, ja, ja. lekker een Louis-Dufiné-film. Ottone, uh, ja. een mooie bruin. Uh, die ook zo ksh, Die ja, ging die, die, in de lucht. Ja, ja die, die, oh, die waren mega cool. Hè. Ja. Ja. ja, zo een, maar donkerbruin, chocoladebruin. Ja. Uh, nee, ik heb dat nooit gedacht. Ik weet niet, dat, dat was een beetje op aandringen van mijn ouders. Van, kijk, uh, ik werd 18 in de zomer van 88, in augustus. En mm -hmm. toen daarna, dus ik had, ik had toen even wel tijd, de middelbare was gedaan. En ik ging dan uh, op een sok gaan uh, proberen, uiteindelijk. Hello. Dus ik had wat tijd. En die zei, vrouw ligt de hele tijd strijk van het Nee, <laughs> alles wat dat ga zeggen. En. Uh, dus ik heb toerijlessen rijlessen gevolgd van mijn ouders, ja, die, hadden, die hadden geen tijd, van die hielden nog tot heel het open dan. Mm. Uh, en zeker in de zomer ja is dat, ik weet niet hoe druk, dus ik heb toen een paar lessen gevolgd, ook met de gast die mij like, totaal niet kon uitstaan. Van, ja. Ik ben al niet te handig en dat was, ja dat was like zo'n klootzak van, van een instructeur, die bij het minste zo, die... Ik weet niet, ik kreeg like onder mijn... In feite is dat grensoverschrijdend gedrag, die woorden denk ik. Dus ik moest daar dan een paar lessen mee volgen ik zag dat al niet meer zitten vanaf de tweede les, maar kom, ik heb dat al gedaan ja. en uh, ik heb het uiteindelijk gehaald. En ook, omdat het ook in feite ook heel dwaas was, dus ik moest toen eerst voor mijn schriftelijk examen. Dus ik kwam daartoe in die zaal. Ik had uh, alles goed geblokt, of ik had ook zo lessen gevolgd bij de VDAB-rijschool. Of nee, dat is niet VDAB, dat is Benoemd, de. Wie noemt dat? De VTB-VAB. Ja, dat is iets, iets met, met veel te veel letters. En um, dus ik kwam daartoe op de dag van, van het schriftelijk examen en uh, ik zette mij neer met iedereen. En toen kwam ze zo like, controleren, paspoort en zo. En toen bleek, dan moest ik weer weg. Hmm. Want ik was nog geen 18 en dat scheelde twee of drie dagen. Ja. Dus dat is ook zo. belachelijk. ergens moet kloppen. Maar kom, dat is ook zo belachelijk. het Scheel, Ik zeg twee of drie dagen voor hmm. mijn verjaardag. Dus moest ik dan twee weken later pas eerst dat schriftelijk doen. <laughs> dus dat was een heel gedoe. Maar ja, zwart. <laughs> maar ik was er wel door bij, van de eerste keer bij mijn uh, praktisch. En dat was in 88. Ja, in de zomer van 88. Holy fuck. Ah, hmm. oh, dat wordt er wel jong bij. Maar ja, jij zit nu, jij zei dat juist. Jij wordt 53 deze jaar. Ja. Uh. En Dat haar is nog hè klootzak. Ja, ik zei het het, het, het zit wit testen, maar dat valt, dat op, valt maar, Ja, Als je nee. het dichtbij ziet, dan zie je het. Maar, uh. maar uh, je in de verte ziet, dan denkt die die is van nee. En Hopelijk ik gaat het zo wit worden in één lok. Ik weet niet of je die Britse serie kent: ja, ja. Uh, uh, Toast, Toast of London. Dat is zomaar Matt Barry. Dat is een, uh, een Britse vrij grappige acteur en die maakt ook muziek en die speelt daar de hoofdrol in. Heeft, uh. kijk, ja, die, die heeft een heel zware. Oh, ja, zie En. Uh, dat zou wel cool zijn, zo'n witte haarlok als zijn personage Steven Toast. Een ja. en, uh, aanrader trouwens, Toast of London. Uh. Ik ken die gast. Ik, ik ja, weet niet van die, waar het Ja, ja maar die speelt af en toe bijrolletjes ook in uh, die IT-crowd en ja, nog andere ja, dingen ja, van ja. vroeger uh, van die cultprogramma's. Ik ken die wel van ziens. Ja, ja, ja. ja zo'n witte lok, wie had dat nou nog? Dat was zo. Uh, uh, ja, ik had ook zo de Bride of Frankenstein, die had er ja, zo ja. twee en zo. Die had zo'n beehive-capsule met zo twee van die witte lokken. Zo. Wat ik altijd cool vind is zo mensen die zo selectief grijs worden, maar zo in zo'n zo twee van die stukken hier opzij. Ja. Dat ziet er ook cool uit. Alleen niet Polly van. Uh, ik ging niet van Polly typen, ik het Polly Ja, ja. Polly ja, ja, ja. en natuurlijk, die net zo die. Maar je hebt ook zo Reed Richards, zo de, um, de Fantastic Four. Die heet dat ook zo van dat van haar. En ik vond dat als, als kind altijd cool. Ik dacht altijd, het comicfigie, ja, voilà. En ik dacht altijd, oh ja, als je erna zo je gaat zien gehouden ga, dat je zo wat die... Maar bij mij wordt dat gewoon zo wat faal, in de originele reeks van de Munsters zeker? Ja. Grandpa Munster had dat ook, Just, ook ja. twee witte. Maar dat zat er toch niet zo cool uit. Nee, maar dat is zo'n zo oude Dracula-gast, Ja, ja. Zo, ja, ja was dat was ja, ja. Of was dat nu de Munsters of Adams Family? Nee, Eén van de Munsters was het. ja. Ja, die net zo dat echt van dat... Uh, ja. <laughs> maar ja, er is nog wel meer mis met dat kapsel, uh, behalve die witte stukken. Maar zij had ook weer die witte streak, dus... Uh, ja, ja, ja. Wie weet... Uh, was dat Lily Monster Of hoe heette die nou weer? Of was dat de dochter? Ik weet het niet meer. Uh, de de die linkse was... Uh, ja. ja, Herman. Ja, was Herman zo, uh, was de vader. De nee, de vrouw. Dat was de vrouw. Was de vrou ja, de vader, ja. ja. Die Frankenstein... Uh, ja, die Lily die Monster die. Dat was die. Zo, zo was het, ja. ja. Dat is just Fred Gwynn man, de zalige kerel. Oh. Dingen heeft er een remake van gemaakt, hè, nog niet zo lang geleden. Onthoudt wel heel slecht Rob Zombie die ineens zo'n uh, The Munsters opnieuw gemaakt. Ja. Ik heb het wel niet gezien, maar onthoudt uh, is het niet heel goed. Gunther, maar... uh, je had er net zo wat achterloos vallen van. Hey, opgegroeid in een hotel. We hebben het vorige keer ook over gehad, maar ik denk dat we het toen niet echt uh, gevraagd hebben, maar. Een ik heb me altijd afgevraagd. Ik heb veel in hotels daar geslapen, zoals iedereen. Mm -hmm. Maar hoe is dat eigenlijk? De sfeer in een hotel, is dat iets? Zo personeel, uh, bazen, is dat, is dat een klein wereldje op zich? Is was een... Valt die Towers herkenbaar ja. voor u? Ja, dat was, dat was heel herkenbaar. Dat was een beetje zoiets. Dat was ja. ook nu niet zo heel klein. Dat het, het waren net geen 30 kamers, denk ik, vier verdiepingen. Oh. Situeerde dus zich recht tegenover het klein strand. In feite, net na de bocht, hij maakt van de. Van de, van, de, van de Vissershaven komt zo, vanuit het station. Mm -hmm. uh, dat was daar. Maar dat waren de feite gerund door mijn, door mijn ouders. He. dus Mijn vader zat uh, in de keuken. Ja. Mijn moeder deed de receptie en al praktische dingen. En mijn zuster heeft daar ook je uh, geserveerd en, ja. en mee gaan. Was dat, is dat deze? of wat? Uh, hetgeen dat jij nu uh, ja, ja, dat is, ja, dat is een hele oude. Oh, ja, dat was ook een ja. heel, een, heel oud, dat wel, natuurlijk. He, die zijn daarmee begonnen, denk ik. Niet lang toen ik geboren was, hebben ze het dan uh, overgenomen. Behouden, ze hebben het altijd gehuurd. Ja. Het was nooit van zelf, maar kijk, dat, he, dat is herkenbaar. Ja. All ja. Dat was echt zo. Dat is, ja. zo, n, zo n... Is, dat, is dat een leuke jeugd in een hotel opgroeien? Of is dat, is dat iets dat wij nu romantiseren omdat we het niet hebben gehad? Uh, goh, ik, 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 ik kon natuurlijk nooit vergelijken. He. Mm. Dus ik, vind, ik vond dat wel... Want, stomme toch, vraag, maar echt belachelijk stomme vraag, maar woonde dan zelf ook in dat hotel, of ja, niet? Ja, ja. Mm. En, en oh, niet, niet, niet bij de kamers zelf, waar dat de kamers waren, maar daar van achteraan, wij zo, een achterruimte ook. Mm. Ik heb mijn zuster aan elk zo twee kamers, uh, zo in, in bijgebouwtjes van achteren. Uh, Want je hebt ook, klein... ook nooit vakantie dan? Dat is altijd... Uh, nee, ik ben in feite met mijn ouders heel weinig op vakantie gegaan. Ik denk de langste keer dat we geweest zijn, met ons vier, dus ik heb ook nog een zus. Dat was ergens in 76 of 1977, zijn dus we een keer een week naar, uh, in december. naar ben je niet doorgegaan. In december? <laughs> dus ik had, man, heel dat, ik had heel dat wat voor mij helemaal alleen. Ja, uh, ja en dan behalve pff, af en toe een keer, of een keer een citytrip naar Parijs of zo, voor een paar dagen herinner ik mij nog. Maar voor de rest uh, heb ik dat nog nooit gedaan, dus ik heb dat ook nooit gemist. Van, ik wist van niet, van niet meer. Mm. Ja, mijn tante had dat ook, zo'n hotelletje in, uh, ja. in, in IJssel, zo. en Dat was zo, dat is klein ook wel. Maar die hadden wel zo'n kamer waar die, zo, die sliepen in een heel grote kamer op Tenden van de gang, waar dat ook andere kamers waren. En die hadden zo één achterstukje waar die ook altijd zo weg gingen zitten. Waar mijn onkel en zo wat sigaretten ging smoren. Allee, hoewel dat je toen kon overal sigaretten smoren in een café, maar dat was ook zo, ja, zo'n. Zo en dat was ook keigoede koop. Dat weet ik ook. Dat, dat stond er zo wat bekend voor dat je daar. Dat, hè, want ik denk dat zelfs de. Wie is dat, de Rudy Dexters, Dat hij keihard veel bands daar te slapen heeft gelegd. Ja, ja. Bij mij en een onkel. Omdat dat echt geen kloten kostte. Ja, ik vind dus, altijd. Ja. Hey, ik, ik vind dat een hotel. Dat, ik snap ook wel zo'n faulty, trouwens. Dat, 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 is, dat is wel iets. iets tegelijk iets tragisch ook, vind ik. Zeker zo in off-season. Ik heb het niet over hoogseizoen. Mm -hmm. Maar zo off-season, een, een hotel. Ik kan me voorstellen dat dat ook zo s'nachts. Dat er niet veel volk in zit. Dat er een zekere ja, griezeligheid. Zal ik dat niet benoemen. Maar. Ja, bepaalde plekken wel, dus uh, ze sloten meestal een paar weken in, in november, denk ik, van met de kerstperiode was het ook altijd wel om. En dat, ja, dat was wel een speciale sfeer, want de... Dus ik kan het ook zien, het was een heel In feite was het heel groot, uh, de, de zaal zelf was tamelijk breed, dus dat werd dan afgeplakt met, met papier en zo. Dus het was wel een beetje eerie heel die zaal, en, mm -hmm. en zeker als je dan een keer zou rondlopen in, in die kamers... Ja, maar ik vond het altijd wel tof om te doen. Het was een beetje een shining gevoel dat ik had. Hè? Ja, ja. Ik, was, ik zat er ook uh, direct. Ja. Dat maar is... dat was, ja, dat was ook... Ik bedoel, dat was ook, er waren daar ook niet echt uh, um, luxueuze accommodaties. Hoe zou ik het zeggen? Er was geen enkele... TV op, op een of andere kamer of zo. Er was echt een mm -hmm. televisiekamer beneden. Ja, 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 waarbij ja, ja. soms de mensen ruzie maakten van. Uh, ja, nee, het moet nieuws van de RTBF of, of dat van de BRT zijn. <laughs> dat mijn moeder als een soort van schooljuffrouw dat moet zeggen. Nee, je eerst. Nee. we gaan vandaag naar BRT. Hé, de main. Madame, je kijken naar het Frans nieuws. van? <laughs> van er zaten wel heel veel oudere oude alleenstaanden ook vaak en oudere mm -hmm. koppels. Die dan kwamen in feite over. Over uh, winteren is het woord niet over zomeren. Mm -hmm. Die bleven daar dan echt twee drie maanden zelfs, dus. Oké. Okay. Ja. Oh, ik en... zo van dat long term. Uh... Ja ja ja. Dat je zo ja, alles ja. weet van die mensen. Uh, ja toch veel mee. Ik zeg, ik was klein, he, van, ze zijn gestopt toen ik uh, net 18 was of zo met het hotel. Uh, ik weet daar wel verhalen over, maar hoe dat precies zit, weet ik ook niet, maar. Ook lekker bij zie je die twee oude dametjes aan de ja, Major. Ik heb zo'n paar ja, van die figuren ja. die elk jaar terugkeren. Ja. Ik zo zoveel specifieke mensen die dan, ja, dat je dan altijd, als ze dan terug wegging, een bepaalde vent, uh, dat het daar vol met, met porno lag. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Voor, voor, een, voor een jonge gast was dat fantastisch. Dat zo, eh, <laughs> de ja, schatkist. het was niet echt porno, het waren zo van die half-erotische half e half Franse magazines. Zo. Ah, okay. En ik dacht altijd dat dat daar weg mee, maar ik heb toen ooit een keer in een kast gevonden. Blijkbaar had mijn vader of mijn moeder waarschijnlijk mijn vader dat had dat allemaal gespaard en dat lag in de kast. <laughs> dus in een keer, had ik dat toch gevonden. Dat was zo van hey, fuck hell, hoe deze. Mm -hmm. ja. Zo en zo'n ding. Ja. ja, ik ben nu aan het tank naar nog verhaal. Nee. Nou, ik, ik weet ja. dat, dat als ik zo, wat ik zo het zotste vond on, on The Shining, als je zo op zijn fietsje door die gangen aan het rijden is, dat is zo dat geluid van de parket en dan de, de, de tapijplein. Ja. Dat ja. je zo dat. Ja. Zo, dat is ook zo'n heel griezelig geluid als je zo door die gangen kijkt. Ja. Met gang, met ja. een gang, sowieso met kamers, dat is altijd iets griezelig. Mm -hmm. Kun je al die... Ja, vinden dat? Ik weet het niet, ja. Ik, 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 om dat, waarschijnlijk omdat je dat direct associeert met de Shining maar... Ja, dat is wel de kerk. Als je, zo, als je, van die zo, als je zo ineens twee kleine maskers zo ontenden van de gang ziet staan, ja, dan zou ik ook wel denken: van... vaak. <laughs> maar ja, ik snap wel wat je wilt zeggen. En zeker als je zo s'nachts en er is niemand. Dan wordt dat wel zo. Dan heeft dat wel iets freaky. Ja, ik, voor elke ja. kamer was ook anders. Het was niet zo dat er overal dezelfde meubeltjes waren. Dat was, ik weet niet van waar dat die meubels kwamen. Ja, ik zeg, dat hotel bestond ook al veel langer. Eh, van, voor mijn ouders dat overnam. En dat waren echt zomaar. Van die oude houten bedden en kasten. Mm. Zo van die kasten dat je. Dat je, dat je ik aan de overkant dat je in Narnia terecht komt, bij vast spreken. <laughs> van die lekker eigen. eigen echte, ook wel enge, enge meubelstuk. En ja, ja, ja. Allemaal verschillende stijlen, hier en daar opgepikt. En Dus dat had geen stijl, toch ook overal tapijt. Uh -huh. Dus als je dat nu zou terugzien, zou je denken: What the fuck is dat allemaal? Dat, dat zo, uh... en, het is je... ook daarom dat mijn ouders gestopt zijn. Want toen met al die nieuwe regelingen en zo, uh, moest dat allemaal uh, veranderd worden. En, Bestaat uh, uh, dat veiligheid? eigenlijk? Nee, nee, het is afgebroken in, uh, in uh, ik denk begin negenen. Eind 88 of begin 89 is dat verbroken. Ja. Mm. En nu staat er een ander mooi grijs gebouw. En nu staat er <laughs> uh, ja, een, een appartement, zeker, maar beneden, uh, ik denk een Riksrestaurant. Ah, toch. Ja, mm. basic, ja. Ja. ja, dat is wel funny. Ja, ik vind dat ook mijn, mijn tante die had zo van die opgezette beesten ook. Oh. <laughs> In die rest nog viezer. <laughs> ik zo. <laughs> Dan denk ik altijd echt: what the fuck ja en die stonden soms ook in sommige kamers dus dat was eigenlijk wel eh, was een beetje okay. een beetje freaky hotel ook wel hotel Dupont ja dat is het ja, ja dat is het. dat heet Dupont dat er vroeger een brug was maar die was er dan al niet meer ook maar dat, dat, dat hotel bestaat trouwens nog altijd maar dat is overgepakt dat is niet ja, meer waar van mij uh, dat is in ijs de Maas Mechelen dat is, uh, op de de dat is gewoon de eerste zin al van de review dit hotel. Dit is hotel niet... is niet voor mensen die luxe willen, maar een betaalbaar goedkope overnachting. Ja, dat is wel min of meer een beetje wat dat, dat is. O originele oude stijl en inrichting is ook nog zachtjes uitgedrukt. Oud ja, dat is echt exact wat dat is. He. En vroeger was er nog een restaurant, maar daar zijn ze dan uiteindelijk mee gestopt, maar dat is zo ja, dat is heel jarenlang dat is mijn onkel. Voilà, die een Algerijnse man, de, de Ronnie dat Hotel Dupont, waar de tijd 45 jaar bleef stilstaan. Dat is fantastisch. hem, maar dat is niet zo. <laughs> Zie, je, jongen. Bangelijk, maar ja, dat he? was ook zo'n beetje lekker bij ons. Ja, van die houwe, houten kasten. En inderdaad, ja. Ja, zo die hadden wel tv. Misschien was dat een duurdere kamer, want er was een tv op de kamer. Zo. Ja. Een bolle dus beeldbuis. Ja, zo'n oude bak. Ja. Zo fantastisch, man. Dat we daar vroeger eh, jarenlang nog gekeken. Ik vind dat zo zot dat je dat nu in films ziet, zo'n klein tv met zo twee antennen op. Ja. Dat je denkt, ja, dat is wat vroeger was en hebben wij allemaal een halve cinema bij ons thuis dan. Crazy. The One in Lonely, Kijk, uh -huh. goeie titel, by the way. Uh, ik, zeg, ik, heb ik heb het eerst op direct gegoogeld... Het schoot me een keer te ben. Ja. Ik heb het direct gegoogeld, ik zeg, dat, dat moet al bestaan. Ja. Dat veel te veel voor de hand. Ik heb het gegoogeld en bestaat hier en daar, maar het is nog geen naam van een comedy show. Wel blijkbaar een liedje van een of andere hiphopper van een paar jaar geleden. Oh, okay. Maar daar gaan we niet achter kijken. Nee. En uh, hoe zit het? Zit jij eenzaam, hunter. Uh, eenzaam... <laughs> Ben, eenzaam ben ik niet. Ik, ben, ik zie zo'n vrouw ben... nu al zien. Leg het na, maar het. Ben ik ook eenzaam? Ik ben niet eenzaam. Ik ben gewoon ik ben iemand die ja, vaak alleen zit. Die, die, die heel makkelijk alleen kan zijn, ik ga het zo zeggen. Ja. Heel mijn leven al in dat hotel. Ja, ik zat kijk, daar ook in mijn kamertje van achter. Ja. Uh, dus uh, Ja, nee, maar oh, ik heb wel af en toe uh, wil ik dat wel een keer mensen zien zo. Maar eh. Uh, ja, het is lekker een tijdje uh, geleden dat, dat ik... Uh, dat ik veel mensen gezien heb of opgezocht, dus ik moet daar ook een, keer een beetje verandering in brengen, maar... Uh... Ja, is dat iets wat je, dat je voelt, dat je zo, dat je zo aan, aan, wa, Waren er mensen dat je vroeger veel zag, dat je nu minder ziet? Of is dat dan over collega's, of over vrienden, of familie? Of... Uh, bij vrienden, en sommige van die vrienden zijn dan ook collega's, uh, en dat is een beetje begonnen... Uh, ja, wanneer is dat begonnen? Net voor de lockdown, denk ik. Uh, maar kijk, ik ben toen ook gestopt met mijn vorige management. Ik kan, ik kan hier nu niet verder over uh, inwijden, dan gaat iemand iets aanwijzen van het <laughs> uh, Maar daardoor ja, zie je ook minder mensen. En, en, en door het feit, veel mensen waar ik in het verleden, uh, die, die, die ik dan geregelder zag, omdat we dan samen uh, dingen maakten, bijvoorbeeld voor Superstar, uh, die, zijn dan, uh, die zie ik dan ook minder natuurlijk. Die hebben nu hun eigen carrière, wat fantastisch is, en dan, dan zie je die minder. Ja. Dat is zo. En, en dan zijn er niet zo heel veel mensen, mensen over, bij zo'n van spreken. Nou, het lijkt nu triester dan dat is, maar... Uh, ja, de titel ja. is The One and Lonely, ja, dus is... ik had wel gedacht, er zal misschien wel een reden voor zijn waarom dat, dat zo heet. Was dat eigenlijk iets dat er bij dat er onder zat, of is dat gewoon een titel dat u te binnen schoot en gedacht, dacht, oh, dat klinkt wel goed? Um, of of voel, sluit het toch thematisch wat aan waarover dat je het hebt. Het sluit toch wel wat aan. Van moest het helemaal niet aansluiten. ging ik waarschijnlijk een andere titel genomen. Hebben. Mm -hmm. uh, ik weet nog niet meer wat er op de shortlist stond. Maar, mm -hmm. um, ja, ik ben gewoon begonnen met het enige wat ik wist toen ik aan de nieuwe show, show begon, is, ik wou iets uh, gezelligs. Kijk, ik heb dat al overal gezegd mm -hmm. in interviews nu. Uh, maar gezellig bedoel ik iets dat. dat Laagdrempelig is ook een beetje een dwaas woord, maar ik wou nu ook niet uh, zot doen om zot te doen. Like dat ik het verleden al een keer gedaan heb. Mm -hmm. Een paar keer. Wat ik, ook, wat ik ook altijd vrij tof vind om te doen. Om, om te kijken hoe ver dat je daarmee kan gaan. En, en om zoiets iets, uh, theaterachtig, komisch te maken. Maar nu wil ik gewoon een beetje iets dat in feite dichter bij mezelf ligt. Mm -hmm. um, gewoon de, ja, op een causale manier vertellen over gewoon dwaze dingen. En af en toe een filmpje tonen. En, ja. En een bit, het, is dat, het is een beetje van alles door elkaar. Ik, ik speel helemaal graag, moet zo zeggen. En, uh, wat, wat zijn. Dan, want ik, 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 ik las wat dingen erover, dat er wat dingen voorbij kwamen als uh, lichamelijke ongemakken en dat soort dingen. Ja. Ja, als je 53 bent, dan uh, beginnen die zo wat te komen. Zo. Wat zijn zo wat van, uw gemak, van, van uw ongemakken eigenlijk? De ongemakken zijn vooral bij jou. Ja, kijk, ik ben niemand, ik heb nooit van mijn leven aan sport gedaan. Mm. Of veel bewoners. Misschien nog niet zo slecht dat je ouder is. Uh -huh. Of is dat juist niet? Ik weet dat eigenlijk niet. Wat, wat bedoel je? <coughs> ja, omdat uh -huh. mensen die veel sporten, of heel enorm veel sport gedaan hebben, die hebben meestal ook wel de nodige blessures ah, opgelopen ja, zo, of yeah. zo. En daar sukkelen die dan uh, voor de, in hun ouderen dag wat meer mee. Dus misschien is het soms beter dat je daar lijf niet te overdreven veel hebt gebruikt. Nee, nee, ik heb het gespaard. <laughs> he. Ik weet niet, ka niet kapot maken dat, is, maar dat, is zo... dat het zo lang mogelijk meegaat. Maar de, dat is mm. wel. Jij hebt wel goede genen, want je hebt nog altijd wel een ongelooflijk jong gezicht. Uh, ja, ja, dat kan ik niet aan doen. Dat is waarschijnlijk van de, laks, laks mijn moeder. Van mijn ouders leven ook nog. Dus mijn vader wordt nu uh, in april 89. En mijn moeder is er, wordt er 86 dit jaar. En uh, die zijn wel nog goed bij, bij hun hoofd. Houdt het wel al allemaal een beetje minder. Mm -hmm. Maar die zijn wel nog overgeleken. Maar mensen van die leeftijd, dat je denkt, van dat zijn echt uh, ja. oude... oude, oude... <laughs> Oude mensen die van, die van we niks weten. Gewoon een ander woord. zeggen. Maar ja, we ja. oude hadden ze dat ze van die oude. Ja. Dat je zo denkt, dan maar je zo meer karikaturale oude, oude vrouwen, zo ik die, ja. of, of venten die van niks. Ik ken die, dat, die, die had van niks meer weet. Nee, ja. Mijn moeder die is nog wel van, van, redelijk veel op de hoogte. En mijn vader ook wel, maar mijn vader. Uh, uh, bestand nee. Zat dat op bestand? Vind je dat een goed ding? Zo, zo, toen wij jong waren of zo, dan was een oude mens echt een oude mens. Ja. Maar zo zeventig. Mm -hmm. Dat was Gandalf. Hè? Hij is zo echt ja, 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 ja. oud. Ja. Maar zou dat, bestaat dat nog? Gaan wij ook zo zijn? Ja, tuurlijk. Of gewoon wij toch nog altijd zo diegene zijn met een cool hemmetje of een. Dat God hoed... misschien ergens proberen vol te houden, maar ik weet het niet. Dat misschien, misschien komt er ook echt een moment. Ik denk dat dat bij veel dingen in het leven is. Als je voelt dat dingen veranderen, dat is een beetje gelijk dat je als kind stopt met speelgoed. En uh, dat is niet omdat jij zo op een dag een beslissing pakt om dat niet meer te doen. Hè? Zo, ik ga nu zo de kinderachtige dingen opzij zetten en ik word volwassen. Maar je verliest er gewoon interesse in. Ja, maar gaat niet eens beginnen pisselijk een oude vent? Je kent dat wel zo met dat. Ja, ik denk dat je lijf daar niet aan kan doen. Nee, nee. nee maar jawel, je hebt wel zo'n ding: zo, hè, links vastpakken, zo dat door de kinderen Weet je niet, wat ik bedoel? Ja, de, de, ja, dat weet ik niet. Misschien... Ja, Ja, maar ja, ja, dat, ja. dat heb ik nooit begrepen. Ja, dat ja, nooit niet al, dat Oude mensen die, ja. die gingen toch anders pissen of zo? Nee. Oude venten. Ja, ja, ik weet dat niet. Weet, ja. Echt, ja. weet ja, niet ik snap ik wel wat je wilt zeggen, maar ik, ik, ja, ik, ik weet dat niet. Misschien is dat ineens op een bepaalde leeftijd dat jij gewoon denkt... Ja, oh, dat voelt gemakkelijker. Ik weet het niet. Dat gaat zoiets doen zijn, denk ik. Dat je op de deur ook ineens door hebt dat je je broeken te hoog draagt, maar dat je gewoon beter ziet of zo. Ja, denk dat, dat ook nu dat je, wel. Dat je, je gewoon zo van die dingen. Dat oh, je deze gewoon is zo goed, ja. deze. Ja, dat is. <laughs> ik heb hier klaarblijkelijk iets gezegd dat, uh, <laughs> dat een snaar rokte bij Sylvie. Dat is wel funny. Nee, oh, oh, broeken optrekken. Ik doe dat ook altijd. Maar weet je wat, ik ben tamelijk groot, maar mijn heupen zijn tamelijk. En ze, ze, ik, ik draag graag mijn broek een, een beetje bo net boven mijn heupen. En, to, mm -hmm. en dan komt dat ook. Als, ik kan dat niet zo overwegen aan het lang. Mm -hmm. dat, dat voelt eigenlijk dat de hele tijd afvalt. Dat is niet zo, maar dat, dat is een raar gevoel. Mm -hmm. Dus ik, ik heb wel de neiging om mijn broek hoog eh, op te trekken. Ja. Nou, uh... Thomas Smit had er zo'n stuk over. Dat je zo op een bepaalde leeftijd hebt, dat je begint te, te, te kiezen voor de broek onder of, de, of boven de navel. En dat je zo bij sommige mannen echt ziet dat die, dat die riem echt bekend tot hier komt. Hè? Dus, en ik vraag me wel af. W wanneer zitten daar? Ah, wel, zo, misschien, zijn wij, misschien zijn wij zo die generatie die zo bezig is met niet oud te worden dat wij dat zo lang als mogelijk gaan proberen vol te houden. En je ziet soms ook wel wat oudere mensen die er ook nog best redelijk hip of cool bij lopen of zo. Dus ik denk ook niet maar, dat dat moet. Maar, maar ik denk vooral, ik ja. je nu, nu een illusie hier doorbrengen. Okay. Wij denken dat ik was van onszelf, maar jongere mensen. Die hebben dat waarschijnlijk al lang door en zijn wij al oude zaken en doen wij al dingen. En wij denken misschien van, nee, wij zijn nog cool en hip en we zijn er. Oh, er misschien uh, in ons kledij en, en bepaalde gedragingen en, en, en interesses. Zijn we dan misschien niet meer uh, gelijk de oude mensen van dertig, van, van 40 of zelfs 20 jaar geleden, maar... Ben jij bang om oud te worden? Uh, bang? Wat is bang, hè? Het gebeurt gewoon. Hij mag er zelfs niet te veel aan denken. Zeker als je dan een keer denkt: oké, okay, ik ben nu bij in de 50. Zolang had oh, het nog, hopelijk nog iets geduurd, maar zo lang had het ook niet meer duren. Dat is 20. Wat is 20, 25? Kijk, nu ben ik 20 jaar, ben ik, ben ik, ben ik dan uh, dit jaar 73. Ja. En dat is maar 20 jaar. Ja, en als je er 20 jaar van aftrekt, ja, dan waren we 30, 32, zoiets. Ja. Maar dat is dus... toch zot, als je zo de 50 passeert, dan, dan begint er toch echt. Dat is de allereerste verjaardag dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Dat ik dacht, ja, na zit over de 11e, eh, vriend, mm -hmm. zou ik ook geen 100 worden, nee, 9 van de 10. Dus, dus je, je voelt al wel van. Dat is de eerste keer dat ik toch begin te voelen, je hebt niet meer oneindig veel tijd of zo. En die 5 is ook een getal hè, die 4, dat is geen probleem. Nee. Misschien Vijf als... is lekker al. En dan had na, we naar na, na zes. Alhoewel, ja, het zijn ook veel mensen. Kijk, lekker hoe je maat, Pieter Pretri, die ja. je ook kent. Die, 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 die wordt er dit jaar uh, zestig. Mm. Dat is ook zot. En als ik me dan dan spiegel, dan. Die mensen is nog goed. Uh, in feite, en hij is nog ook zot ook, uh, ja, jongen, is in zijn ouder. En, he, he, Nigel het is nog veel langer. Ja, die is bijna 7. Ik denk het toch. Ja, ja. ja, die is zegt al. Uh, die, 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 he's is really getting on. De Nigel Mugge die je bezig hoort, en denk ik, ja, het is nog niet veel veranderd, mee hoe dat je vroeger was. Mm -hmm. Dus uh, ja, de PT wordt 60. Ja. Damn. Maar ja, er zijn ook like, zo de generatie. Uh, 69, uh, ja, die wordt 70. Ja. Holy fuck, man. Die is geboren in de jaren 50. Dit is van 1954, want Toen was Elvis nog niet doorgebroken wereldwijd. Dat was pas in 1956. Kun je dat voorstellen? Dan was hij twee jaar oud. Allee, man, Dat is niet normaal. <laughs> Ik denk God je mee een damn. beetje spiegel naar zo mensen. En ook mensen. Like, uh, like Marcel van Tilt, ja, die, is, oh, die ja. is nog geen 70, maar die is toch ook al. Uh, ja, denk... een... Ja, over de, de 65 net ja. en, en, en telkens als je Marcel ziet, moet je toch wel zeggen: oké, okay, dat, dat, dat blijft de coole gast. Ja. Die, die kleedt hem ook altijd fantastisch. Zo. Ik ben, ja. daar, ben daar wel jaloers op, eh, omdat ik daar niet mee bezig ben en, 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 en zo dat gevoel niet heb. Maar, eh, Hoewel, nou wel, dat je dat je ik zei wel, nou wel in alle interviews dat je tegenwoordig wel gaf voor uw zwarte hemd. Hè? Ja, dat ze er wel aan het doen. Ja, maar dat is voor het gemak. Ja. <laughs> Van, ik heb eerlijk, ik heb niet zoveel kleren. Ik koop dat ook niet graag, kleren. Ik word zot in klerenwinkels. Um, uh, en ik denk, ik denk zelfs de vorige keer toen ik hier zat, had ik hem voor de eerste keer bijna aan. Ook dat is waar het, ik denk dat, Thomas, dat ik dat hier ook zo zat. Uh, en nee, ik vind het lekker goede look. Dus vanaf nu, uh, dat is mijn professionele werkleden. Uh. Hey, dus uh, als ik ding moet doen voor tv, of zelfs mijn optredens nu of foto's, doe ik het altijd zo. Dat is makkelijk. Ja. Dat is duidelijk. Ik vind het ook wel rapp van. Uh. Je geeft weer hetzelfde aan, ja. Yeah. En dan ga ja, je eraan doen, de politiebouw. Wees hey, van spring. Nee, ik vind dat ik weet niet gemakkelijk. Misschien is dat. Ja, Kijk, het is aan. Ziet het aan. Van mij. Maar mijn naam nog niet op. Ah, toch wel. Toch wel. Mijn. Mijn mond toch opgeknopt. Uh, die... Kijk, hier is het ongeveer begonnen Alex bij jullie. alright cool. <laughs> ik ben blij dat we het startschot waren voor de... <laughs> ja, het is gewoon niet feest gegaan, bedankt. De Andries zijn haar nog even donker ook. Dat van mij is uh, al, al grijzer geworden sinds uh. dan. Man. Dat is echt, dat gaat echt, echt rap Sommige ja. tatoeages hebben al kinderen gekregen. Ja. <laughs> ja, er zijn er een paar bijgekomen. <laughs> ah, Goed eigenlijk, me filmen. Nu viel het me niet op, maar inderdaad, ga is ook wel uh, knop, knop, knopjes open zo. Ja. Ja, ik weet niet waarom, dat is niet, uh, niet om iets te tonen. Ik heb niks. Altijd al dat cap dat op mijn kop, dus ik heb hier nergens iets. Maar, dat is dat, beter dan aan de Dat is een beetje. Te, ja, ja, dat is ook weer waar. Maar toch, ik vind uh, jij, jij gaat wel nooit kaal worden, dat is wel duidelijk, denk ik. Eh, wel, ga wel, wel? Ik, ik ga daar nu vanuit van niet. Nee. Van, ik, ik moest daar nooit stilstaan bij dat probleem, omdat ik dat ook zag dan bij vrienden en zelfs bij jonge mensen. Ja. Het zijn al hasten van. Van in halverwege de 20 en die begint dan ook al te worden. Ja. Ik heb nooit dat probleem gehad. Dus ik, ik heb daar nooit stil bij gestaan. Maar ik heb nu wel een tijdje geleden zijn denken: van shit, moest ik nu echt vanaf een bepaald moment nu ook hen te worden? Ik weet niet of ik dat, of dat aan kan. Van, ik ben het niet gewoon en dat zou vrij raar zijn. Ja. Maar ik denk nu wel een keer dat je over een bepaalde leeftijd bent dat dat wel nu niet meer gaat uitvallen. Ik zet mij ik wel aan het af, Hoop want ik. bij mij valt het is dunner geworden dan ja. dat was. Maar ik vraag me ook even of ik zo'n DNA zou zien. Dat dat want ik heb altijd, jarenlang heb ik altijd gezegd: als ik kaal word, dan scheer ik het gewoon af. En dat. Ja. Maar als ik dan weer zo de zoveelste gasten op straat zie lopen met een kale kop en een baard, dan denk ik: oh, dan zitten zo'n die Zo'n DNA -en die zo, ja, ja, hè, zo, dan, dan scheer ik het maar af. En nu, maar ja, dan denk ik: wat is dan het andere? Dat je zo haarimplantaten gaat beginnen doen uh -huh. en zo. Ja, wat, een, uh, uh, wat ik van sommige mensen al gehoord heb eh, in de business, dat dat redelijk vermoeiend is. Eh, dat je zo echt letterlijk, de sahara dat ze haren van ja, ja, pakken en ze Turkije, dan is dat planten dan dat zo. daarin. Ja, daar veel, maar ja. je, ze doen het hier ook. Ja. Maar het is, uh, ja, en je hebt ook vooral veel celebrities die het doen waar je het niet van weet. Notchend is Bradley Cooper er ook een, die is zo fake... dat is geen fake haar, want dat is... Dat zo, dan moet het nog net niet kaal genoeg zijn de, of zoiets denk ik Je moet het zo als er echt niks niet meer groeit dan kunnen ze dat niet doen, maar als je nog zo dat dunner mm -hmm. dan kunnen ze dat wel ja. implanteren en dan groeit dat eigenlijk gewoon terug verder, maar ik vind dat toch zot. Het is zot. En vooral ja. respect voor de, die mannen dan die er zich geen fuck van aantrekken Nee, Nu zie je dan ja. minder die, het is aan het uitvallen en het maakt er nog geen zak uit zo van ja. Dat kan de. Ik zag onlangs nog zo'n man lopen en die net dan zo echt gewoon. Ja, je hebt er ook zo. Dat zijn de ergste. Dat zijn zo degenen die zo dat. Die hebben deze van voor nog, maar dat is zo dun dat je er los deur ziet. Hè? Dus dat zijn zo drie pijlen dat hier. En die laten dat gewoon staan. Dan denk ik ook, doet. Maar aan de andere kant, als die zo kaal zijn, maar dat blijft allemaal nog staan. Ja. De dat vleesklak. Dat, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, maar er is ook respect daarvoor. Die krijgen ze er niks van aan. Nee, dat is wel. Zij hebben gewonnen, nee? Ja. Ja. Dat is lekker zo die kapsel, ik like, vroeger van uh, Mel Smit. Hey, ja. Uh, die, die had zo dat ardie hier. Uh... Ik denk ook dat die, die Vlaamse acteur Bruno van den Broeke zeker, die track, zeg je daar toch ook niet van aan. Ja. Die is toch ook, of ik weet het niet. maar Ik ben nu aan het tanken. Ah, ja, ja, mensen ja, met, Bruno, ja, ja, voilà. zo of, ja. Maar zo'n. Ja, wel die is het tegenwoordig ook... scheert hem toch. Kuts, ah, ja, kijk, ik die, denk die, dat die... het er. Oh, ja, deze is inderdaad nog. ja Dat, 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 dat je dat achterstel laat staan. Hè. Ja, ik weet het niet. Ik ben, je moet uh, er ook de kop voor hebben. Dat is wel waar. Je, waar. je ja. moet er de kop voor hebben. Ah, God, hem af, dat is wel zo. Maar sommige mensen is dat. Maar je hebt ook mensen die echt. Denk even de vorm van je hoofd. Hè, dat je zo'n mm -hmm. eihoofd hebt of een rond hoofd. of een ik kan zeggen, driehoekig hoofd, maar dat is wel anders. Maar, allez, het is zo dat er een schattenmap op is. Dat er weer uh, is dat niemand anders mag zien. Dat kun je wijden, natuurlijk heen. ook doen. Hè. je zo kalend worden en zo zo'n mega tattoo op een kop laten zetten, ah, dat ja. is ook wel zo de, de het afleidingsmanoeuvre van je welste. Wat ja, nee, gewoon, uw nieuwe show, is, dat, dat is de eerste keer in wat, acht jaar dat jij een nieuwe show hebt? Ja, dat de laatste was in 2015. Ja. ja, flinke jongen was dat, ja. denk ik. Ja. En uh, waarom heeft het zo lang geduurd, voor, alleen, dat je nog eens terug... Om, omdat, ik ben altijd wel blijven optreden. Mm. Um, dan in line-ups en cafés ja. en clubs en jeugdhuizen en zo'n ding. Uh, maar echt een uh, show die... Die gemaakt is ook met de bedoeling dat je dan al de technische faciliteiten en de, en de voordelen van het een, van een theater van een cultureel centrum kan gebruiken, is het geleden vandaag. Ik heb het niet gedaan omdat ik. Uh, ik zei het, ik, ik bleef altijd wel optreden, dus op dat vlak heb ik dan nooit echt moeten missen nergens. Mm. Maar omdat ik dan ook bezig was met, met dingen voor televisie, die ja. dan al dan niet doorhing. En, en dat heeft een paar jaar geduurd en, en natuurlijk ja, de, de lockdown zat ertussen. Mm. Dus. Uh, maar optreden in cafés, worden jij dan eigenlijk, is dat soms gewoon dat je zegt van nu speel ik gewoon en ik speel wat met materiaal dat ik al heb, of word jij nieuwe dingen aan het, aan het, aan het proberen te maken? Of? Uh, nee, dat was, wat komt altijd wel een klein iets nieuws bij en een beetje dingen proberen, maar dat was altijd een beetje, uh, ja, wat was dat, hè? een beetje de, de naloop van, van materiaal uit flinke jongen dan en, 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 en nog andere dingen die... Die ik ook soms wel een keer deed, maar die nergens in een of andere theatershow specifiek staan. Mm. Maar toen ik opnieuw mocht beginnen, uh, oh, toen iedereen, iedereen uh, opnieuw mocht beginnen. Dus uh, na, de, na de lockdowns en zo en 21. Hey, voor uh, voor een klein aantal mensen, maar mondkapjes en zo, mm. heb ik toen wel uh, beslist om uh, van een uh, Blanco Blad te beginnen. Ja. Dus uh, ik heb in feite voor een show heb ik nog nooit zoveel try-outs gedaan. Ik heb het nog een keer opgezocht. Dus ik ben, ja, zijn dat dan try -outs? Nee, ik ben begonnen met nul. Uh, van in het begin was ik ook nog niet heel zeker of ik voor een zaal show wou gaan. Ik wou gewoon opnieuw beginnen op te treden en mijn nieuwe dingen doen, want anders kan je zo altijd maar blijven die, die oude shit recycleren en zo. Mm -hmm. um, en ik heb 55 keer uh, getray te feiten nu. Oké. Okay. Wat ik vroeger nooit gedaan heb. Er zijn shows dat ik misschien vier keer of vijf keer heb getray-out. Ik ging er dan mee de zaal in. Dat vind ik de, ja, ja ik, ik, ik weet niet hoe. En, en, voelde dan wel een verschil als je zoveel try-out? Dan wel zoiets van, ja, het ziet veel. Uh, maar ja, nu zitten natuurlijk ja. heel, heel. Zeker die, die, die stukken die in al die 55 try-outs overeind blijven hè, en blijven groeien. Ja. En dat voelt vrij. Ja, dat voelt goed aan. En, en dat zit al in me. Dus dat, dat, dat is vrij relaxed natuurlijk. Ja, ja dat is tofst dan om te doen hè, als je zo begint te voelen dat je. Dat dat ook banaal een eigen leven begint te leiden. Zo. Dat ja. je al doorheeft van: ik moet hier eigenlijk niet meer over nadenken. En dikwijls is het dan ook, dat je dan ook nog zo net die kleine dingetjes erbij vindt, die dat, dat juist nog tien keren cooler ja. maken. Maar ja, dat is een stap. Nee, dat is de eerste stap die je doet. Als je begint met hele nieuwe dingen, dan, dan is het gewoon ja. Dan, dan duw je het verkeer in bij wijze van spreken, en wat dat er niet aangereden wordt, daarmee kan je aan de slag. En dan werk je dat verder uit. En na een tijdje heb je dan zo'n bit of verhaaltjes die dan, die, die dan voor, voor 80%, dat klopt. En dan de laatste stap is dan van oké, okay, uh, het zit een beetje in mij. Ik weet waar dat ik naartoe ga. En dan kan je af en toe nog al dan niet bewust een beetje veranderen. En er komen altijd nieuwe dingen, alles maar een zijn of een woord erbij. Mm -hmm. de, uh, tot wat het nu ongeveer is. Maar uiteindelijk is dat nooit klaar. Hè? Nee. Vind ik, ik. Dat is het nee, is... grote verschil. met dat een tv-programma, dat is... kun je wel nog afwerken tot dat af is, bij zo'n spreken. Maar een live-show. Dat... Of op een bepaald moment stuurde dat ook gewoon de wereld in. Hè? Nee, dus ze weet, ja, het moet, dan, het moet dan maar af zijn. Het ah, ja, dat kan dat is niet anders. Wat dat, dat is, hè? Maar uiteindelijk is het nooit af van. de waren altijd nog dingen Maar mijn, mee, uh, mijn Een comedy-show, ja, dat, dat eindigt nooit. Nee. Allee, ja, dat is ook het leuke eraan. Maar soms. Denk ik, alleen in mijn geval dan wordt dat soms lang dan. En dan denk ik, nu moet ik er misschien toch weer wat dingen uitgooien. Ja, ja. Maar dan begin je te denken, ja, maar ja, als ik dat er dan uitgooi, dan klopt dat eigenlijk niet meer. Nee, nee, dus nee, dan, nee. dan wordt dat zo'n hele puzzel oefening. Zo. Maar het plan is nu, uh, ik herken dat ook, dat je dan plots nieuwe dingen hebt. Hij wilt dat ook, ook per se in de show steken. Mm -hmm. Maar ik ga me nu voorhouden, als ik nieuwe dingen heb, uh, ik ga ze gewoon sparen voor de, voor de volgende show, wijze van spreken. <laughs> van anders wordt. Alleen maar langer en langer. Ja, dat is en, waar. En, en dan zit je in feite met de show die, 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 die een kwartier of twintig minuten langer is dan, dan jij ermee begonnen bent. En uiteindelijk is het toch beter, je spaart dat dan hè, die stukken. Ja. Hou je het kan recupereren als het niet specifiek als het in het kan, show, he? als het is. In die show, dat kan, dat is het ja. natuurlijk. Want je hebt soms van die dingen waar ik echt van denk: ja, fuck, als ik dat er nu uitgooi, dat is niet een stuk waar ik ergens anders nog iets mee nee. kan doen of zo. Dat kan dat zo niet, hard. Nee. Aansluitend aan op ik al aan het vertellen was. Maar je zei dat je, dat je ging voor gezelligheid met een deze. Dat, ja, allee, zo ja, soort, ja. Ja, dat klinkt zo lullig, ja, maar, ja, ik, ja, weet, maar het is, ja. ik weet wat je bedoelt. Hè? Terwijl, ja, zoals we u kennen van vroeger, jij doet ook al wel shows gehad waar we hè, op, op zijn minst gezegd, hè, of toch zeker ook sets en, en voorstellingen gemaakt, waar dat je eigenlijk wel meer een, een strijd mee het publiek aanging, zou ik zeggen, dan dat je nu doet. Mm -hmm. waar, uh, is dat omdat je. Een beetje ouder zijn of zo. Dat je voelt van ik heb eigenlijk gewoon meer zin in iets in leuk dan in per se zo die uh, jonge baldadige. Ik moet hier alles kapot trappen. Ja, ja, dat is dat. Dat gebeurt gewoon. Uh, het is een lelijk woord, maar het gebeurt organisch. Mm -hmm. Dat was geen plan, maar je voelt lekker zo. Uh, Gezelligheid, aan. organisch. Wat verwoorden uh, uh, zijn dat hier allemaal? Uh, maar... <laughs> en uiteindelijk ben ik ook altijd zo goed. Ik ben nooit zo die. die, 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 die ja. Die over de topcocky gast geweest. Op een podium. Dat, 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 dat ligt wel bij mij. Dat was altijd wel een facet, maar dat was mijn nooit. Ik, heb, ik ben gewoon begin en veel, bij veel mensen blijft die perceptie nog hangen. Mm -hmm. Maar ik ben, ik ben zo niet, dat was gewoon ergens in vast van dat is super eng op het podium staan, weet hij dat ook. Mm -hmm. En dan moet je lekker jezelf vinden en ik heb ik dat like, mezelf gevonden in een of andere totale zot. Uh. alhoewel <laughs> dat dat ook niet zoveel dat, dat blijft bij veel mensen hangen, maar dat heeft ook niet zo heel lang geduurd. Dat was zo een jaar of drie, maximum, denk ik, uiteindelijk. Ja. Maar was er dan wel zo, ik bedoel, er zijn een aantal heel legendarische verhalen over u en, en, en of dingen die echt gebeurd zijn, maar het moment dat je zo, ja, wat, wat jij juist zegt, iets in de vernieling aan het brengen, ze, dat moment dat je voelt, ja, ik kan eigenlijk niet meer terug, mm -hmm. dus ik moet blijven gaan, is dat dan altijd angst of zit er ook wel een zekere vorm van, ja, ik vind dit gewoon keihard leuk? Ik vind het ook gewoon leuk dat hier naar een zaal naar mij zit te zien: wat de fuck is dit? Uh, we is dus altijd een combinatie van dat, hè? Maar ik heb die, die neiging niet meer. Nu wil ik iets maken dat, dat leuk is, zonder dat er dingen vernield worden of zo. Ik weet het niet. Gewoon, het is iets dat meer, Ik ben meer mezelf, denk ik, op een meer... Houd uh, oh, mezelf van, Ik nooit van. moest ik mezelf zijn op het podium, dan sta ik daar in een hoek. <laughs> uh, uh, <laughs> dus uh, er gebeurt altijd iets, ja, maar... zijn wij ook redelijk saai, hè, Als wij ons eigen ja. zijn. Ja. Dan denk ik dat iedereen zoiets heeft. Kom come on. Zijn maar fake. <laughs> Dat is ook het gevoel, ik heb het niet ik moet me niet per se meer bewijzen of zo. Mm. Ik wil gewoon dit ding doen dat ik zelf leuk vind. En, en, en als de mensen het leuk vinden, oké. Okay, en als ze het niet leuk vinden, maar ja, ja. Zo je het. Ik voel wel, ik denk dat je altijd sowieso een cult status hebt. Of hebt, of zeker gehad, whatever, uh, in dit land. Maar ik, dat is misschien een aanvoelen. En het is misschien ook maar een aanvoelen, maar het is een positief aanvoelen. Maar het voelt alsof zeker met deze show in de laatste jaren, misschien is het ook met de ideale wereld, ik weet het niet. Maar je voelt dat, um, dat er een enorm gun-moment is voor je. Uh, of zit ik echt onzin aan het vertellen? Nee, nee, dat zou wel kunnen. Ik zat er ook wel even mee in, zeker toen uh, een beetje in de crisis. En dat was in feite ja, tot een klein halfjaartje, of nog niet zelfs, voor, voor de corona's, uh, bullshit en zo. Was ik ook aan het werken aan, aan iets voor Canvas die dan niet doorging. En voor de rest had ik ook niet veel live optredens Ik had wel het gevoel van: uh, ja, dat is er like, gedaan met mij. Hè. Dus mm. ik heb echt even, even wel heel diep gezien. En, en, en dan uh, en dan er weer uit, 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 ook, maar ja, Omdat ik nu ook weer een goede begeleiding heb van nieuw management. En omdat ik het ook weer zag zitten En ja, het is like zoiets dat, dat wel fijn is, natuurlijk. Ja, het voelt mm. zo persoonlijk. Ah, ik. Ja. Superstar bijvoorbeeld. Ik, 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 ik kom echt regelmatig mensen bezig. Ik bedoel, Superstar, iedereen kent dat. Dat, is, dat, is een, dat was een succesvol programma. Maar je voelt dat er een generatie. Of er is in ieder geval een wind van. Nee, nee, dat was niet zomaar een goed programma. Mm -hmm. Dat was wel iets. Dat, ja, dat, wel. Dat, dat is Dat je nu misschien zelfs meer. Nou ja, begrip, respect, krediet, ik weet het niet. Mm -hmm. Dat is niet dood, dat programma. Dat, dat je voelt dat dat. Dat er toen misschien oh ja leuk, wat wow, wat zot. en nu zijn mensen zeggen van nee, maar ik moet dat eigenlijk nog eens terug bezien. Er zaten echt wel geniale stukken in ze hebben um... uiteindelijk door. Ja, <laughs> ja. Uh, maar ja, ja, Tess. Ja, ja, is... ja maar nou super ons best gedaan voor dat programma en dat dat doet dan deugd dat dat blijft leven en dat Maar voelde dat, dat, voel dat zelf niet? Is. Maar voelde dat niet een beetje wat, over dat programma? Maar ah, wel voelde over... dat niet? Of, of is dat iets dat ze tegen iedereen zeggen, behalve tegen nu? Uh, nee, ze zeggen dat superstar komt, Het uh, is iets dat vaak uh, terugkeert. Mm. dat voel je wel dat dat wel geliefd is en dat mensen dat echt wel gemeente vrij appreciëren. En, en ik denk dat het is een beetje combinatie door het feit van bepaalde dingen dat ik gedaan heb. Uh, die dan wel bijval had over respect. En, en het feit dat ik, dat ik al nu zo lang bezig ben, dan, 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 dan groeit er lekker, zeker meer respect, zeker? Of zoiets. En... Ja, ik, ik voelde ook wel. Uh, wat, ja. ik, wat ik tof vond, was de laatste keer dat ik u live gezien heb. En dat was de laatste keer dat we elkaar gezien hebben. Dat was uh, voor de uh, benefit van de Julie in, uh, ja, in de, de Capitol. En er zijn zo twee dingen die mij bijgebleven zijn uh, van die avond. Dat was uw, uw set. Maar dat was ook omdat jij... Um, ja ik vond dat jij op een bepaalde manier ik heb u nog nooit zo relaxed op een podium zien staan als toen dat ja ik maar zo voelde, ja. De, de, veel van de dingen die jij zei waren eigenlijk ook mooi hè? jij wordt zo bezig over je kinderen en zo en dat jij zo ja die ene dat poept hè zo, en dat je zo denkt, ja, maar gewoon de, de, de manier waarop dat. Omdat dat jij nu oudere kinderen hebt. Hè, en, en dat dat dan begint. <laughs> en dat jij dan zo daarmee moet omgaan. Maar ik vond dat was wel een. een, een ik kon hier weer een woord gebruiken. Hè, want we hebben al van alles gehad. Maar een kwetsbaardere Gunther Het Ja, maar dat je eigenlijk iets persoonlijk van je eigen lot zien. Vond ik dat je ervoor misschien. Ja, net zoals veel van ons. Hey, verstopt achter Brani of achter, achter een soort mm -hmm. fuck you attitude ja, ja, of zo. Tuurlijk. Maar die hadden jij niet bij op het podium toen. En dat viel mij wel op, want dat was allemaal keigrappig. Maar dat was zo'n hele. Ja, dat was een zachtaardigere Gunther. Ja, maar dat stuk over mijn dochter. Eh, dat zit nu ook in de show trouwens. Mm -hmm. uh, ja, natuurlijk. Um, dat is ook iets dat, dat, dat wel de bedoeling is dat ik daar rustig. Kom beter over. Moet, moet, ik mm -hmm. moet daar niet staan roepen of tieren. Uh, dus dat, kan, dat is ook daarom dat dat rustig is, uh, dat ik dat zo vertel. Maar in feite is, is uh, van de nieuwe voorstelling nu, ik denk voor 85% van heel die show, kom ik niet van achter mijn statief aan. Ik ja. sta gewoon maar mijn handen en mijn zak te vertellen. En dat, is, dat, dat, was, dat is ook wel tof. Ja. Omdat ik vroeger de neiging heb, zeker als je een losse microfoon hebt, dan loop je de hele tijd rond. Ja, ja. En, en, en dat zat er niet meer in. Hadden. Dat was echt dat. Hè? Jij, stond, jij bleef ja, ook echt ja. in het midden staan. En jij zit gewoon aan het vertellen, en dat was eigenlijk zo'n hele. Dat had een totale andere energie dan iedereen anders daar die avond. En dat viel mij keihard op. Dat was echt zo. Dat je toch ziet dat, dat iemand op een bepaalde. Ja, we evolueren allemaal, want hmm. we blijven allemaal bezig. Maar daar viel dat wel op, echt. zo Ook zelfs tussen alle andere comedians dat er die een avond stonden. Heeft je dochter het stuk gezien al? Ze heeft het gezien op de première nu, voor zaterdag. En? Ja, 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 ik had daar wel al in gelicht, maar, maar, maar ik wist ook wel op voorhand: het is een, het is een verstandige jonge vrouw. Ondertussen. Maar het gaat over de geluiden uit de slaapkamer. Ja, dat kan ja. er ook niet te veel van verklappen. Uh. Nee, ze heeft het gezien en ze heeft er vrij goed mee lachen. En het lief. Toen wou hij zien? Ja, maar het, gedaan, het lief is gedaan met het oh, Dat nou, ja. klopt dan niet meer. Ai. Maar ga, ja, hier en daar, <laughs> natuurlijk, het is, het is, het is een comedy-stuk. Het is hier en daar wat getwitched en gepiekt. En de leeftijd dat ik vertel uh, in de show zelf komt ook niet meer overeen. Maar wat als ze nu is is, is, is een jaar of de, drie, vier ouder. Dus, uh, mm -hmm. ja. Wat is een tip, want wij zitten alle twee met dochters, zoals bij u al trapper zijn. Wat is een tip als vader? Want dat is wel hetgeen de dochteren in in. Omgaan kunnen... met een vriendje. Vooral omgaan met geluiden uit de slaapkamer. Wat is een tip, los van de comedy? Dat is goed dat je nu naar uw vrouw ja, lieverd. Ja, dat is echt oprecht. Dat dus is een oprechte vraag. Uh, uh, ja, ik weet dat niet, maar ik moet zeggen, ik heb je dan, ik ik zei het, dat is gebaseerd op een Kim waarheid, maar voor de rest ik heb ik nooit geluiden in de slaapkamer gehoord. Mm -hmm. um, dus ja, ja, dat is raar natuurlijk. Ze heeft zij dan een vriendje en, en Maar ja, kijk, ja. Ik heb ik er ook nog niet zo tegen gezegd tegen die maar ik ben vriendelijk, maar ik ben van nature vrij, beschaamde jong. En dan komt er plots af en toe zo ook een even beschaamde jong wezen. van spreken van 16, 17 jaar af en toe in de weis. Dus zijn we eigenlijk alle twee beschaamd, want dat is soms een beetje awkward. <laughs> dus op dat vlak moet ik ook een beetje mijn eigen rol als vader dan een beetje herzien. of ik het bekijk hoe hij dat moet aanpakken. Maar ik weet niet soms ook niet wat ik hoop. Z dat was een beetje... Zegt die meneer dan? Uh, ja, je moet, hè? <laughs> <laughs> En is dat, want hoe oud is uw dochter nu? Nu is ze uh, um, 21. Oh, die is al 21. Ja. Gaan ja, ze nog een paar staties ja. verder, die van mij is 14 nu. Oh, ja, okay. En dat is ook... Uh, ja, die is een meter 81. Hè. Dat is echt uh, groot en veel. Alleen, als persoon ook. Dus uh, ja, je begint dat te voelen. Ik er zijn heb ontzien, het... he, je hebt geen gasten ontzien. Je weet dat er al in de Amen. klas. Er zijn naal in de klas door kerels ontdeken. Die... Die hoe... Er zit een laser al op, op Amy. Hoe he. heette die kerel nou weer? Um, zo ne, ne, ne Frans gast, zo een Franstalige gast, zo'n metal dude die wij kenden, de Joker, die je ooit met de, met de Sven in de Antoine. Dat was zo'n kindje. En die keek er naar en die zegt zo Dat was een baby, een meisje. He. Die had net een, een dochterje zo en zo ja zo'n dochterkind en die zo you know she's gonna suck cock one day <laughs> en dat was echt zo en iedereen dat er stond dat ze weet ah maar je weet dat dat waar is hè zo en ik zit nu ook zo te kijken naar mijn dochter en ik denk ja daar zijn we een paar jaar van verwijderd maar dat gaat gebeuren hè maar ja maar je mag geen niet zeggen ja ja nee ja, dat weet ik niet dat, nee, op z'n minst kijken met een doos Kleenex maar voor de rest... nee nee maar dat is waanzin hè, dat je denkt van daar gaat dat wel naartoe. Mm -hmm. En dat is, dat is toch altijd wel zo. Ik, 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 ben al, ik heb al een paar keren afscheid genomen van een aantal stukken van mijn dochter. Dat ik het gevoel van ja, dat gaat nooit meer terugkomen. Zo. Dat jij hebt nog zo'n schattig drolletje van zeven jaar. Dat ook al niet meer is. Dat was ook al niet meer dat kindje van vier. Maar 14, man, dan. Ja, de vooroud. Hm. Je zei er net zo, dat vond ik wel interessant. Je zei zo van ja. Uh, als je dan eh, met het vriendje of het ex-vriendje dan zo in de kamer zit. En, en je herkent dan misschien ook een deel die ongemakkelijkheid. dat je misschien zelf ooit had. Nee, nee, maar dat is ook dat. Ik heb dat nooit geken. Ik ben daar vrij laat in geweest. Ik, 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 ik heb pas. Ik, ik ben in feite getrouwd met, met, met die madame die er naast mij zit. En, en dat was mijn eerste lief. En ik was schoon. zo. Uh, ja, van. bedoel ik, ben maar pas behand. Maar de seksuele dingen op mijn 23e, dus, ik, ik kan... Voor mij is sowieso alles vroeg wat er gebeurt. Ja. En kan ik mee, heb ik ook niet echt uh, een super... Uh... Ja, ik, ik vind dat moeilijk om te vergelijken omdat ik zelf in een situatie kom dat ik zo uh, on, on, ontypisch ben daarin, toch? Nee, en je laat zei, en... en, en omdat ding. je zei van ja, ik moet mijn vaderrol wel hier zien, dat wou ik eigenlijk nog toe, dat vond ik, ik vond het dat interessant dat je dat zei. Ja, maar ja, ik bedoel, herzien. Omdat ik, feit, maar ja, ik ben dan ook zelf gewoon beschaamd tegenover die gast. En ik weet niet waarom. Kan ik daar niet aan doen? Dan ben ik een beetje... Ik, ik zeg, ja, ben ik sociaal gehandicapt met mensen? Mm. En, en dat is dan... Dat is niet meer dan dat, maar dat is soms wel een beetje raar. Dan, dat, ja, maar kan ik daar niet aan doen? Dat moet wel een gouden scène geweest zijn, ja, met, met die, die kamer. <laughs> Zo. Ja. En dat je dochter dan zegt... Papa, ik kon even te drinken al. Dat je denkt: nee, 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 laat mag niet alleen met die kerel. En dat die gast net datzelfde denkt: van deze is verschrikkelijk. En dat je dat met tweeën zo. Ja, ja. Maar zo erg was het allemaal niet meer. Het is er van familie van. Ja, ja, ja. Ik herken het nog niet met jongens. Er is zo'n ene jongen in de klas waar ze niet iets mee heeft, maar waar ze wel goed mee overeenkomt. En die is mega fan van mij, maar dat is ook raar. Ja. Dat wordt ook zo wat weird, dat hij zo constant vraagt. Als die, hè, die is zo wel eens een paar keer met een paar andere vriendinnetjes en wat jongens. Dat waren die is bij ons thuis. En dan zaten die zo door een berg pubers in de zetel. Zo. En dan was hij heel tijd, even mijn vrouw vertelde, dat was hij heel tijd aan het vragen: Komt nu papa eigenlijk nog thuis? Zo, dat. En ik weet ook niet heel goed hoe dat ik daarmee ga omgaan of zo. Ja, ja. Want dat was een ander ding dat mij trouwens bijbleef van die avond buiten uw wc. Dat was ook iets dat jij tegen mij zei die avond. En ik voelde mij zo banaal een beetje betrapt. Maar wij waren zo wat aan het socializen voor zover dat we dat kunnen. Mm -hmm. En er was <laughs> iemand tegen mij aan het babbelen. En ik was er ook tegen bezig. En die wandelde weg. En ik weet dat, ik vergeet dat nooit, ga ja, kijken okay, naar mij ga zeggen. Je kunt dat beter verstappen, maar je kunt ook niet om met mensen. Hè? Ja, ja, oké, en ik dat vond dat echt kei funny, want ik stond er zo: ja, dat is echt kwijt niet hoe te waar is. Die zeggen, je kunt beter doen alsof. Zo. Jij kunt dat vijf minuten langer volhouden als de rest van ons, maar dan god dat niet meer. En eigenlijk klopt dat wel, nee. of zo ja okay. ik, weet, ik weet ik het nu niet meer specifiek maar ja. uh, ik kan me beelden wat dat ja dat is een bepaalde blek dat je hou, ja. zonder u echt heel goed te kennen ja. dat je toch iets merkt van ja, ja het is uh, ja. zo zit dat je kan het wel een beetje vasthouden uiteindelijk dat vo ja. bak, want jij had <laughs> volle bak gelijk daarom was dat ook zo veel dat ik zo hard op dat ik denk fuck die net dat gezien <laughs> <Zo>. <laughs> Want dat is zoiets ja, dat, is, dat, is dat ze soms denken: omdat je op een podium staat, mm -hmm. dat, je, dat je sowieso iemand zet dat socialer is ja, in ja. de omgang. Maar dat blijkt nee, toch dat in heel veel gevallen zo. niet echt uh, waar te zijn eigenlijk. Nee. De ideale wereld, hoe is het, uh, wie, 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 is dat, vind je dat leuk om te doen? Doe je dat graag? Hoe zit je daarin gerold eigenlijk? Ik uh, had dat ooit al een keer laten vallen aan, aan Lucas Lely. Mm -hmm. Om ook te weten, ja, ik zei, als ze ooit nog mensen nodig hebben of zo, maar uh, daar dan even nog niks meer van gehoord. En toen hebben ze mij op, op, opgebeld uh, halverwege augustus, denk ik. Mm. Of ik uh, in eerste instantie was het gewoon uh, om, om sidekick te zijn, maar dan al van, ik denk van, na de eerste dag al zelfs, hebben ze een keer gepost. Of ik ook niet uh, in de redactie waar we uh, af en toe mee zijn. Ja. Dus dat ook ik, nu uh, in, de, in de helft van de gevallen, ik had zo zeggen. Dat is ook mee sketches schrijven dan uh, die filmpjes. Mee dat, maken. Ja, dat is uh, bedenken en schrijven en, 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 mm -hmm. en meehelpen in roepjes of uh, stemmetjes acteren, zo'n ding. Dat is, mm -hmm. dat is, uh, ja, ja, dat, dat is wel pittig, maar dat is, vrij, dat is vrij leuk om te doen, maar dat is, ja, is zot. Uh, elke mm -hmm. dag begint die hard met het uh, blad. Ja. En dat zijn, dat zijn ook lange dagen, dus dat begint in feite om 8 uur. Om 8 uur uh, is het nog rap wat in de, in, de, in de krant van de dag bekijken en dan ongeveer uh, uh, rond 8 uur 30, 9 uur. Uh, de mensen die, die dan die dag redactie zijn in een lokaaltje, dan de spuien, wat dat er eventueel kan gedaan worden, worden allemaal op een bord geschreven. En dan had de eind, een van de eindredacteuren beslist dan welke vier dingen of zo een onderwerp is, even hey, voor, voor, voor een idee dat uitgewerkt wordt, of een bumper of zo, ja. wordt er in hangen gezet. Rap, ja, dat moet allemaal rap geschreven worden, hey, dat zat. En, en dan een beetje na de minnaar begint dat ik was al moest al filmen. Ja, want het is ook, uh, ja, nee, alles uit. gebeurt op één dag. Is dat de kracht denk ik, ervan dat je eigenlijk moet dat, dat begint met nul en je hebt een deadline? Want die filmpjes, dat is wel straf dat dat, ja. dat, dat, dat een enorm uh, ja, hoog niveau is. Er zijn ja. er bij die, die viraal gaan, maar er zit zelden niet bij van dat zegt... puf dit is niks. Nee, het is, dat is, de, de, de kracht is vooral uh, dat zit uh, daar vol met onlooflijk getalenteerde mensen. Ja. Dat is, is en ik denk, een heel. De, de, de Vlaamse dan, uh, in televisie, televisielandschap, vind je geen enkele redactie die zo kort op de bal kan spelen en, en die, 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 die quasi constant zo'n hoge kwalitatieve um, uh, out output uh. ja Vond je, Vond je dat je, er je de deden, dat je daartussen moest gewoon zitten? Of, of was dat iets waar jij zelf van dacht, oh ja, hier aardkik eigenlijk veel beter, omdat dat omdat dat zo'n goede redactie is. Nee, nee, ik, ik haat er wel in, omdat het ook mensen zijn die alleen maar het beste willen en, en, en ongelooflijk hun een, een best doen. Maar het, het is intimiderend, omdat hij. Die... Kijk, ik heb dikwijls nogal een keer uh, minder rap in idee. Mm -hmm. Van zo vroeg al, bij was per spreken. Oh, ik bedoel, ik, kan ik ook wel rap werken tegen een deadline of zo? Maar dat is niet onderschattend. Dat is. En, die mensen, en veel mensen, zeker van die redactie, die daar al jaren werken, uh, ik geloof dat ook, die, die, die zijn dat zo gewend, die moeten dat elke dag doen. Mm -hmm. Los van het feit dat ze al iets kunnen van zichzelf, natuurlijk, ik bedoel, je moet dat hebben. Um, uh, gebeurt er ook iets in die hersenen, dat kan niet anders, ik denk dat, 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 dat je dat ook kan uitleggen, die zijn erop getraind om zo rap te kunnen werken. Mm -hmm. Alles te moeten uitwerken en zo. Doe jij dat ook? Zullen jullie nu meer gaan zitten aan het lezen en dingen aan het volgen en het nieuws aan het volgen? En zo? Uh, maar... maar ja, de gazetten sowieso. En uh, voor, uh, voor het nieuws, ja, misschien iets drukker of zo. Maar goh, het is ook niet dat we daar ook helemaal. Uh, bedoel, ik ga ook niet specifiek heel het uh, stikstofdossier, alles ervan bekijken, en lezen. <laughs> Om er dan een sketch uit te maken. Ik bedoel, maak dan liever ook uh, een mop over iets van ozels of zo. Uh. Maar ja, het is ook wel tof, de redactie. In feite heb je ook twee kanten, maar kanten is een lelijk woord, zo bedoel ik het niet. Enerzijds heb je zo de, 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 de kant zo meer van, van, van de bullshit zo, ja. de onnozelheid, waar ik dan meer bij behoor. En dan ook een beetje een andere kant denk ik, die dan meer, ja, de meer analytische, meer satirische zeker. Ja. Die ook, ook meer over dingen, over de politiek hè, en sporten, zoiets. Ja. En, en dat is een mooie symbiose daartussen, ja, want... denk ik. Wat ik, wat ik ook leuk vind, het is niet uh, het, uh, de sketch op zich, maar je voelt bij je ook, er zit ook acteren in. En ik, ik kan me voorstellen als je kunt acteren zoals jij kunt acteren, dat je ook, dat, dat ook iets bevrijdend is, dat je het ook binnen die een dag moet doen. Mm -hmm. uh, ik zeg niet dat je niet veel verkeerd kunt doen, want dat is niet, je moet het wel kunnen, maar je kunt ook niet oeverloos palaveren over, over bepaalde uh, manieren dat je dat speelt. Nee. Nee, dat is iets, euh, nee, Ik vind dat heel fijn om te doen. Ik heb altijd wel geacteerd, eh, En zeker nu heb ik dat sinds de ideale wereld. Um, ja, gebeurt dat vaak. En dat zijn dan ook altijd een beetje uiteenlopende personages dan. En ja, ik probeer me toch altijd wel, eh, wel te smijten om, om dat zo goed mogelijk te proberen te doen. Van voor de rest, ja, ik, ik, het is gewoon ook instinctief dat ik zoiets moet doen. Eh, ik, eh, ik heb daar nooit voor gestudeerd of zo. Dat is een beetje natuurlijk wel een beetje een natuurlijk talent die erin zit om dat te kunnen, maar ik doe dat vrij raar, die dingen. Mm. Ja. Dus, euh, ja, dat heeft toch ook wel een serieuze overhaul gehad hè, een tijd geleden. Want dat was niet alleen een nieuwe hè, presentator met, met Ella Leijers. Maar dat is ook teruggegaan naar een daily. Hè, want dat was toch een wekelijkse in, in een tijd? Hè, dat klopt was. Dat? Of, twee, ik... keer week, of twee, twee keer in de week? Twee keer in de week, ja. ja dat ja. hebben we veel gedaan. En ook, er zijn er ook een aantal van die redactie. Hè, de Jelle de Beulen ja. zo die dan Dat had wel een nadeel. Maar je voelt wel dat dat helemaal terug is. Mm -hmm. dat, is wel, dat is wel een nieuwe ploeg die zo. Allee, niet helemaal nieuw, er zijn een paar over, maar zo. Je hebt ja, een aantal maar... vasten, maar je voelt allee, het gaat goed met die ideale wereld, dat zo zie Ja, van, er zijn, geregeld zijn er dan zo, uh, zo, zo mensen die, dan, die ze dan een keer testen. Dat zijn echt jonge mensen, ja. die, die, die zijn maar een jaar of twee, drie ouder dan, uh, dan mijn dochter, waar van spreken, die, die ook uh, in de redactie meewerkt en, zo, en, en die kansen krijgen. En uh, er zitten er ongelooflijk uh, ja, grote talenten. Ja. En dat en, 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 en is ook wat tof, dat siert dat hen ook, van die productie, dat ze... Ja, uiteindelijk, als je iets kan en je wel een keer iets bewijzen, kun je altijd een keer proberen bij die wereld, denk ik. Je moet al heel slecht zijn of... Uh, of ja, je moet natuurlijk wel iets kunnen om te keer te proberen, maar, maar die kansen zijn er. Ja. En, en dat is wat tof, van, van, dat is belangrijk natuurlijk. Ja, dat, dat, moet ver, dat moet ververst worden, dat bloed. Vind je dat leuk, en, met jonge mensen zo? Uh, want ik denk als je dat is toch vaak, ja. hey, als je stand-up doet, je speelt wel eens in een line-up en er komt nieuw volk, maar veel meer jonge mensen samenwerken, moeten volgens mij niet doen. Ja, je voelt wel dat er zo. Er maar zijn, echt zijn, er zijn, er zijn generaties he, in, in heel dat ding. En ja, samenwerken. Bij, in, in ons geval is dat dan in een line-up staan met een jongere generatie. Maar je maakt niks zet... samen. Het dus... nee, is net dat, dat... dat je voor de tv iets ja. doet. He. Je hebt een jonge ploeg. Ja, dan mm -hmm. wel. Maar anders, uh, anders niet. Nee. Vind je ja. dat leuk? Ja, dat is leuk. Maar ja, en in feite, ik denk dat de, me de meerderheid van de redactie. die zijn zo twintig jaar jonger. Die zijn zo dertig, begin de dertig. Mm -hmm. Dat is zo'n beetje de leeftijd, denk ik. Van, nou, ik ben daar van de ondertussen, denk ik. Goed. Zeker van de redactie aan die, ik zou, Mayaneel. Mm. Uh, the old guys. The old guys. Mm. Um. Nee, 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 ik ben ongelooflijk dankbaar uh, op die, die, uh, die dag in augustus. Ah, well, we, kwam, we, we waren op vakantie geweest met het gezin. Hey, met mijn vrouw, en, en mijn zoon en mijn dochter zijn we uh, een kleine twee weken naar Thailand gegaan na de Henzefeesten. Ja, dat, was, dat, was, dat was super tof dat, omdat we, goh, we, zijn ook, we zijn goed overeengekomen. Niet, niet dat we dat anders doen, maar dat was echt. Nee, ik had er echt veel deugd van gehad en dat was, dat was echt vrij tof. En dan kwamen we terug thuis ergens uh, 11 augustus of zo. Um, maar we kwam terug thuis. In Gent. Ik was terug thuis om 9 uur s morgens. Maar natuurlijk, je ja, moet allemaal ver, verrekenen. Hè. We waren al in mijn hoofd twee dagen aan het reizen hè. en dan maar heel die dingen. <laughs> Dus uh, ik kom zo een beetje half beduistd thuis om 9 uur s morgens. Ook wel raar na twee weken ben je dat weer thuis kent dat gevoel wel. Mm -hmm. Dus ik heb me dat gewoon in de zetel uh, gelegd en ben, ben gekeken naar die documentaire van Netflix over die Woodstock van 99. Ah ja, ja de ja. Hey. Summer of Hate. Ja, Maar yeah. <laughs> toen hij slaap gevallen, ik ben toen wakker gebeld, en kijk, en, en het is Jan Neel die belt met die vraag: zo komt dat. Ja. En dat was natuurlijk fantastisch, maar voor de rest, ja, wist ik al, na de zomer hing ik dan heel veel try maar voor de rest was mijn agenda in feite ook leeg. Qua vaste dingen houd ik altijd wel iets, maar... Nee, ik was daar echt vrij door gecharmeerd en vereerd dat ze aan mij dachten in feite wel spreken. Want je had dat je zo'n periode hebt dat je voelde, het is met mij gedaan of zo ik voel dat het zowel voorbij is. En dan zeg je erna, maar ik ben er toch uitgekropen. Ja, Ik kon eruit afleiden dat je gedeeltelijk van management zich verandert. Dus dat heeft dat geholpen. Maar wat, is, wat heb je eigenlijk nog gedaan om daar het te je, Ik kan me voorstellen, als je daarin zit en je begint daar dan dat gaat in je nieuwe kop zitten, dan wordt dat moeilijk om daaruit te geraken. Ja, maar ik heb me vooral een stuk een beetje mezelf geholpen om eruit te geraken. Uh, door er niet te veel meer over, te, over, over te, mee, mee in te zetten. Of niet had even over te voelen. En dat ging dan vooral over dat laatste project voor Canvas die niet doorheen. Ik heb er vrij zwaar van afgezien. Uh -huh. okay, uiteindelijk is dat maar een tv-programma, maar dat is niet leuk. Omdat, je, omdat like, echt het leek, dat licht op groen was. En uiteindelijk is dat dan, dan toch niet. En alles valt weg. Uh -huh. uh, ook het feit. Uh, ik had dat gemaakt uh, met mijn beste vriend, waarmee ik in feite ook superstar ben, ben opgestart en zo. En in uh, en, en feite, die werkt niet in dat wereldje, maar voor superstar is die, is, heeft hij zo gestopt op zijn werk. Die werkt in de. In de ja, wat doet hij? Die is zo, zo maatschappelijk. Uh, die, die helpt uh, kwetsbare mensen uh, mm -hmm. met uh, drugsproblematiek en uh, ja. zo'n ding. Dus, dus die had een uh, soort van uh, uh, werk. Hoe noemt dat nu weer? Hoe dat? <laughs> Werkverlof? Uh, wat Loopbaanonderbreking, zo, kan het ja. niet meer zien. Uh, het woord van de dag is loopbaanonderbreking. Loopbaan um, <laughs> dus die had voor, speciaal voor Superstar loopbra, loopbaan Kikken, nog niet zeggen. En nu komt het er niet uit. On, loopbaanonderbreking. Um, maar natuurlijk, ja, dus we hebben, na Superstar zijn we, we nog een ander ding kunnen maken. Ook een quest voor VTM en zo, en een ander ding proberen op te starten. En uiteindelijk ging de last daar niet door. Uh, en is hij daar ook mee gestopt met die loopbaanonderbreking? Want um, voor de rest, uh, ik heb het over uh, Frank noemt hij, uh, uh, hij treedt niet op of zo. Mm -hmm. Doet, hij heeft geen vangnet. Ja. Dus hij kon niet anders dan terug uh, um, in die sector gaan werken, wat, hij, wat ik perfect begrijp. Uh, maar dat wil ook zeggen, ja, ik was een beetje ook mijn compagnon kwijt, waarmee dat ik al, zeker concreet de laatste tien jaar en, en in feite al veel langer, zo heel vaak. Samen, wij komen heel goed overeen, overeen om dingen te bedenken en dat viel dan weg. Dus dat had ik ook al, ik zeg het, en, en dan ook met het wegvallen van management en, en pech hebben. Ik mm -hmm. denk de eerste stap om eruit te raken was gewoon van te kijken van, van af te sluiten in mijn hoofd van oké, okay, het is niks aan te doen, het is nu zo. We gaan dat laten vallen, ik kan er niks meer aan doen. En dat is tristig, maar we gaan het niet triste hermaken door er uh, heel tegen aan te zitten pezen of, of, of erin te verzwelgen Van, ik had eigenlijk al genoeg gedaan. Mm -hmm. Dus uh, met dat begin af te sluiten uh, was al de eerste stap tot, uh, tot de, de like wat hij zegt dan binnen de podcast. de mm -hmm. de eerste of, uh, ja, 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 ja. of of zoiets. Uh, ja. of, of uh, ja, hoe weet je. <laughs> on the first step on the road to recovery is admitting you have a problem of zoiets. Ik denk dat dat het zien is. Ongeveer. Oké, okay, yeah. ik had nu niet echt een probleem. Ja, ergens wel had ik een probleem. Maar dus dat had ik afgesloten in mijn hoofd. En toen uh, ik zei het ja, ga ik gewoon vanaf dat we weer mogen, ga ik opnieuw beginnen optreden en een beetje mijn plezier uh, en mijn mojo daar terug uh, in vinden. Van daaruit is dat geroeid. En dan heb je altijd geluk nodig. Ja. Like, like dat telefoontje van die ideale wereld, dat is iets. En, en, en zo, uh, ik denk bij jullie bij is dat ook, maar bij mij is dat zeker. In, in die, in die bij, bijna 30 jaar dat ik van alles gelukkig kan doen, uh, mm -hmm. op comedy vlak, op alle vlakken, uh, is dat niet te onderschatten uh, een dosis geluk dat je moet hebben. En plots iemand die van de ja. zijlijn, dat je kan of niet, die komt met een vraag en dan gebeurt en dan is het waar. Dat is om dat is vaak, iets dat, is vaak iets dat weggelaten wordt, vind ik, als mensen uitleggen over succes of zo, als ze daarover babbelen dan is altijd ja, hard werken en visie en, en, ja. en zo visualiseren en dan denk ik ja, dat kun je doen zoveel als dat je wilt, maar dat je nooit chance hebt. Nee. Then it doesn't happen. Zo. Je nee, moet nee. toch ook altijd geluk hebben zo. Dat is bullshit van er, zitten. Ja. er zijn waarschijnlijk misschien geen duizenden, maar toch wel honderden mensen die ongelooflijk straf zijn in hetgeen wat wat ze doen dan op een of ander artistiek uh, uh, niveau, dat je nooit iets van hoort. Maar mm -hmm. voor hetzelfde geld hebben die een beetje geluk of gebeurt er iets, dan die wel opgepikt worden. En dat, is ook een beetje, dat hoort erbij en dat is een beetje de merde van alles, ook. Moest een tijdje geleden dan nu denken, omdat je zit um, ook een liefhebber van heel veel komische series van vroeger op de BBC en dat soort dingen. En vooral dat, uh, ja, dat, dat komt eigenlijk nog veel beter terug, want we hebben het ook over uw hotel gehad, maar er komt een nieuwe reeks van Fawlty Towers. Ja. Zie jij dat eigenlijk zitten? Heb je een gevoel dat dat goed zijn? Ik heb in feite een gevoel. Ik heb nu niet het gevoel dat dat gaat slecht, slecht zijn. Nee. Van John die kan natuurlijk wel iets, maar ik denk nu ook niet. Oh, ten eerste, hij doet dat voor het geld. Ja. Hé, hij, hij moet. Heeft je geld nodig, die mensen? het maar weer met die scheiding, vooral met dat. hij die blijft ook zo. Wat die, die, die live shows doen. Je moet toch ook echt de scheiding van de Eewachter hebben ja. hè? He? En drie zoekt dat eens op aan het volgen. Ik snap niet hoe hard dat die in het verkloot is. He? Dat hij zoveel geld kwijt is. Dat is waanzin, hè? Want dat is een, uh, een verschrikkelijke settlement <laughs> tour. <The> force <laughs> ja. Tour, Dat is, ja, ja. Dat is ja. wel een goede naam van een tour. Ja. mag je dat vinden? Nee, dat die ze... heet de Alimony Tour, live. Zo heet het. Ah, ah, okay. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Een divorce tour vind ik eigenlijk nog beter. Ja, het schijnt ja. dat het niet zo goed was, maar de, voor de naam is het. Uh... Ik, heb er zo een, ik heb het gezien, denk ik. Uh, Alleen ik heb het niet live gezien, maar ik heb er zo'n een, een, een opname van gezien. En ik weet dat hij. Hij kon het wel niet uh, wegsteken dat hem, dat hem redelijk verbitterd was ja, daarover. Ja. Dat gevoel had ik toch. Allee. Ja, maar het is ook niet echt de show, zeker. Het is zo meer een. Lezingen en hem die dan fragmenten toonde uit ja. Python en Faulty uh, Towers. Het, ja. het is meer dat even. Ja. Ik zal het even zeggen: 12 miljoen pond sowieso betalen ja. en dan nog 650.000 pond per jaar. Per jaar. Dat is wel een zuur, hè? What he described as feeding the beast. Ik vind dat ook altijd een goede. Uh, Chris Rock heeft er ook zo'n goed stuk over, over: dat je je vrouw dan moet geven. What she's accustomed to. Hè? Dat hij zo verder kan blijven leven. In mm -hmm. de luxe die ze gewend is. Maar dan wordt dat wel. Uh... Oei, ja. hier is het al. In, uh, in uh, Amerika. Ah, uh, nee, dat zijn Australische dollar. Sorry. Ah ja. Okay. 20 Dat is dan. It leaves me poorer than her. Ja. Dat is toch raar, hè? Ah ja. Dat is toch. Dat is ook weird aan een kerel. Want hoe lang was hij getrouwd met die vrouw? Dat is toch niet die een waar dat allemaal. Want hij heeft iets. Vroeger is je. Hij is vier keer getrouwd geweest, denk ik. Ja. Okay. Vijftien jaar. Ja. jaar. 15 jaar, Maar dan wetten dat toch al. Dan, 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 dan doe je dat toch mee een scheiding van goederen of zo. Niet? Dan trouwde toch niet met iemand waar je van zegt: als jij het aftrapt, moet ik de helft afgeven. Ik denk of... dat je de kosten niet wilt geven aan mensen die geld hebben, die, die toch een uh, klassiek uh, huwelijksstelsel ja, hebben. Ik maar. maar <laughs> <laughs> ik maar, maar er is wel een verschil. Ik ben ik, ik met Jasmin van in. Allee, van aan het begin van mijn carrière. Dus ik vind dat hij daar ook wel recht op heeft. We hebben dat allemaal samen gedaan. Maar er zou een enorm verschil zijn. Met dat ik nu met mijn Jasmin uit elkaar zou gaan. En dus de 11. mijn shit kwijt zijn. Mm -hmm. Maar als ik dan verder ga en ik zou nog geld verdienen. En ik, ik krijg dan met een midlife crisis. Ik trouw mee een griet van 21 of zo. Ja, daar kon ik niet tegen zeggen. Ja, ja maar de elf is ook verhuizen. Dat wordt toch een zakelijkere afspraak, denk ik. Ja, uh, ja, uh, mijn, do mijn dochter is 21, zeg ja. dat niet. Ja. ja, sorry, sorry, sorry. Ik zal, maar ik zal dat niet doen met uw dochter. Nee, maar dat is ik... Dat Zij... zou ook een ongemakkelijk moment in oh, de liefde zijn. Ja. Ho Hoewel, ik denk dat wij wel rapper tot een gesprek zouden komen ja. met wie. Of dat daarna nou aangenaam zou zijn, dat weet ik ook niet. Maar wij zouden toch al rapper babbelen. Ik denk dat wel Vlaanderen maar wel eist oh, dat dat in oude comedy show dan Want dat die deur open gaat en dat die zegt: uh, Papa, ik heb gelijk een nieuwe vriend. En dan kijk ik zo in zo eerste, hey, hé Gunther. No, <laughs> het is niet wat je denkt dat het is. Ja, het is wel een oudere man zo. zo: Oh my god, ja, nee. zo, alles behalve deze. Wat doe er dan? Ja, wat doe het dan? Ja, voor, Hunter, wat? wat doe het dan? Uh, wakker worden, hopelijk. <laughs> Ja, ik, ik weet het niet. Amai. Maar dat het is zou wel toch naar rare zijn, hè? Nee? Mm -hmm. Er zijn grenzen. Dus stel stel dat, hè, binnen, nee, binnen nee, een aantal jaar, in juni is 21 en die komt zo thuis met de peel of zo. Ja, het is wel een nauwere man. Maar hij is goede genen hij ziet er ja, jong uit. Ja, die ziet er <laughs> nog altijd goed Want de peel, die ziet er waarschijnlijk <laughs> op, zijn, op zijn 50 nog altijd uh, 25, het. en dan komt hij zo binnen en hij zegt hij Hey... <laughs> ja. Want je gaat ook zoiets douche doen, dat weten we. Want dat is de peel. Dus wat, wat gaat er dan door aan jouw kop? Hopen dat je wakker wordt. Ik weet ja. eigenlijk <laughs> Het beste, beste antwoord, ja. Oh, stelde voor. Ja. Damn, man. Maar het ging eigenlijk over John Cleese. Ja. En, uh, wat uh, wat denkt wat, wat denk jij? Denkt jij dat dat nog heatgassen ja, zijn? Ik heb het niet gezien, maar het schijnt zo slecht geweest te zijn dat je toch wel afvraagt. Nee, Eerst, maar e faulty e towers, bedoel nee, nee, ik. Nee, nee, nee. E e reeks. Zijn de shows. Die live dingen. Ja, zit ook precies niet in een goede plek, hij is wat te kwaad. Ik weet niet dat je. Oh. Ik weet niet, als je te kwaad bent, kun je dan een goede comedy schrijven? Als je te kwaad bent. Nee, nee soms moet het door wel. Dat heb ik wel meegemaakt met mijn laatste show, dat je je eigen zo te boos moet maken in iets, maar dat je dan wel. De goede comedy komt pas wanneer je toch een soort afstand ervan pakt, denk ik. Mm. Dat je je eigen er wat boven zit of zo. Boven je boosheid in ieder geval. Dat je terug zo het absurde van dingen begint in te zien. Dan zit het meestal op je best, denk ik. Mm. Want bij hem, ja, ik weet dat niet. De laatste tijd weet ik dat hij zijn eigen vele heeft gesproken over, over woke en over dat soort dingen. Dat hij daar heel boos over is. Dus ik kan me wel voorstellen dat in die nieuwe reeks... Want hij maakt dan met zijn dochter, denk ik, of zoiets. Ja, he? ja. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik zeg het... Ik denk, slecht slecht gaat dat niet zijn. Maar ja, het gaat ook anders. in feite is dat ook geen Fawlty Het is gewoon ja. die, diezelfde figuur van Basil Fawlty, die dan daar is, uh, Ik heb het gelezen, ik weet het niet meer... Uh, in Amerika en en waarschijnlijk het gaat ook helemaal anders zijn he. van uiteindelijk dit Towers vroeger dat was zo de setup. dat was met een live publiek, mm -hmm. met een paar decors, dat was gewoon toneeltje spelen en gefilmd. Ja. In feite, de film zag er dat gewoon uit, like in de sitcoms van de jaren 70. Dat, ja. veel, veel kan je daar niet mee doen, dat is vrij functioneel. Nee. Dus uh, nu hang ik er wel van uit, hopelijk, uh, dat dat gefilmd is gelijk nu, maar, maar gewoon bewegende de cameras en zo. Een beetje de. Misschien de Curb Your Enthusiasm vibe, zo een beetje gefilmd. Als, het, ja. als Basil die uh, uh, een beetje als reactionaire uh, oudere mens weer, uh, als het zo doet, uh, kan het dat nog iets worden? Ik weet het niet. Ja. Want wie, wie is er nog? Want er zijn toch ook een, heel, een hele hoop van de originele cast, zijn er toch ook niet meer? Hè? Uh, alleen maar uh, Polly, zeker, hein, zijn eerste vrouw. Uh, ja. Conny Boef en, ja. uh, en de rest is Wacht. Manuel is dood. Ja. Uh, uh, ik denk uh, Sibyl is ook Sybil, gestorven die een paar is toch jaar ook dood, geleden. He? Ja, ja, ja die ko die Kok is ook dood. Die was uh, mm -hmm. ja de major die, en die en zijn allemaal dood. In feite. Ja, die waren al heel oud toen al zelfs. Hè. Ja. Dus dat, uh, ja man, ik vraag me echt af of dat uh, een goed idee is. Het spijt, het, het coole is aan die reeks is dat is zo ja tijdloos gebleken mm -hmm. dat, dat misschien dat ze er dan toch misschien op best moeten afblijven of zo maar ja dat is natuurlijk niet de reden waarom dat er me toe hoe het voor dus, jo ja, ja, het is dat het is, ja. Ja. Dat, dat gaat, even, dat, dat gaat niks maar faulty towers te, te maken met mij op dat vlak dan kan ja. ik ook wel die distinctie maken. ik heb er wel nog langs zo'n een is van, zo aflevering of zo niet alles hè, maar zo'n stuk van gezien en zo, ik vond dat wel dat, ik vond dat nog altijd wel tof hè. Dat is vooral omdat uh, dat was in die tijd al apart ten opzichte van veel andere dingen. Dat had een enorm tempo. Hè. Mm -hmm. En daarom voelt dat nu nog altijd niet zo ouderwets aan. Als sommige van die dingen uit de jaren zeventig en sommige van die oude sitcoms die hebben nog wel charme. Maar dat is echt. Het zat vooral in het ja. geschrevene. Dat vond je trouwens in vergelijking met. De tijdsgenoten van sitcoms uit die tijd was al meer broad zo en meer op catchphrases gericht en, ja. en dat was echt wel een verhaal die, ja, die ergens naartoe gaat en een verhaal, bepaalde verhaallijnen die dan, die dan samenkomen in feite, wat je nu ja. heel vaak hebt en dat maakt het wat verschil van, ik zeg het visueel, dat, ja dat is gewoon een gefilmd toneel, heel bepaalde stukken, het zijn ook zo van die bloopers, klopt hij zo op, op die deur en, en heel die hang beweegt, dat is allemaal, <laughs> dat is gewoon een karton hé, en, een, en een live publiek die het inlacht, meer is niet. Ja. Dus het heeft vooral te maken met hoe dat geschreven is en hoe dat gespeeld is, natuurlijk. Hoewel dat een van de meest onsterfelijke scènes. nog altijd die één scène is buiten met zo'n tak. Dat hem zo kwaad wordt op die en dat hij dan zo uit beeld loopt. en dan komt hij zo teruggelopen met zo'n tak. En begint hij zo aan machteloos op die uh. te meppen. Zo. Ja, ik vond het. Ik, uh... is, dat, is dat een van uw, van uw favoriete sitcoms? Eh. Uh... He, want het wordt vaak uitgeroepen tot beste sitcom aller tijden of één van. Ja, ik denk Doch. wel dat er nog, moest ik een top 10 samenstellen, zou het er zeker nog tussen zijn. Maar dan ja. meer omdat het wel heel belangrijk geweest is in de tijd. Ja, ja, ja. Ik heb het ook heel vaak gezien vroeger. Um, ja, als ja. nu vergelijk met dingen die in. Die, die, ja, aan de test niet het is ook bijna al 50 jaar oud. Het zijn natuurlijk wel voor een stuk ergens betere en, 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 en nieuwere dingen gekomen. Maar ja, was zo een, dat blijft goed. Ja. Wat zijn zo'n reeksen dat jij goed vindt? Dat je echt zegt dat je, dat je. Omdat je nu zelf zegt van in een top 10 zou het niet terechtkomen. Ja, of, of net wel. Maar wat zou er zo in zitten? Uh, dan over. Uh, laten we dan bijvoorbeeld sketch-shows achterwege laten. Mm -hmm. uh, en gewoon voor reeks. Uh, ja, wat denk ik? Vader Ted was altijd. was zeer goed. Juist. Um, ik zeg het, die Toast of London, waar mm -hmm. we het het begin over hadden, is ook heel goed. Dat is zo tamelijk bizar, maar vrij tof. Uh, Ideal. Dat is zo'n sitcom over een kleine uh, gast uh, die, die vanuit zijn thuis uh, uh, marihuana deelt. Uh, maar Johnny Vegas, Ideal. Och, mijn Johnny Vegas, Vrij goeie, ook uh, vrij goeie. En, en dan, ja, het zijn er veel wij van. Ik zie nu aan het denken wat ik allemaal gezien heb, wat ik gelegen heb. Nee, maar ik ben wel... Uh, ja, als het goed is, ben ik fan van ding. En dat mag dan brood, of, of meer uh, een, een niche zijn. Uh, als het goed gemaakt is, en het is het origineel, is dat goed. Hè? Mm. Ja, dat was ook zo een van die dingen in Extra's, hè, dat je dat zo ziet gebeuren bij Ricky Gervais, dat hij dan zijn een eigen, zijn een eigen sitcom krijgt en dan schrijft hij, en je weet dat dat eigenlijk die office is. Ja, ja. Maar dan, wat er dan van gemaakt wordt, is zo die een typische catchphrase. catchphrase en, en het was. Uh, het ja. was uh, zo was wat is dat? Hi de hi, hè? Dat doe ik elk, ja, ja, elke da, da week. en Hallo, hallo, dat was ook altijd hetzelfde. En toch kijk ik er nog altijd wel naar terug uh -huh. mee, een soort ja. Ik vind het toch nog altijd leuk of zo. Ik weet niet of je dat nu nog kunt maken. Dat, 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 dat lukt niet meer, denk ik. Dan zei dat je het zo ironisch gaat doen. Ja. Maar. Dat had toch ook wel iets. Ja, die dat had Maar kijk, maar soms wordt zelfs Faulty Towers op de hoop gesmeten. Van heidi, hi. En Keeping Up Appearances. En Allo Allo. Ja, en the that all That's daarmee, Maar dat is een ander. Maar soms wordt dat zo. Als ja. je er niet veel verstand van hebt. Oh, maar het Britse humor, man. Er is er wel een verschil tussen. En in feite, like FC de kampioen. Ja. Dat was heidi, hi. Dat was zoiets. So allo ja. Allo, Dat is so, die, die soort van humor. Ja. En dat is in feite ja, is de, is de, 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 de populairste sitcom. Uh, wat FC de kampioen dan is. Mm -hmm. En dat is raar, want dat is gewoon een soort sitcom Maar hij is altijd uit de jaren 70. Ja. Die dan 20, 30, 40 jaar later altijd nog populair blijkt. Ja, want ik vond dat ook, ik vond dat ook uh, grappig dat, dat de persoon die je nu interviewde toen het daar even over ging. En want jij had daar even een interview over gedaan, denk ik. Dat ergens ja, ja, in de, ja, ja, in de krant stond. En dat je die, dat die dan ook FC de kampioenen bovenal. Ja. Maar dat ik denk, dat vind ik wel straf dat je dat in één zin zet met faulty Towers. Want ja. dat is wel echt totaal iets anders. Ja, verschoten daar ook van. Ja, maar ja, die belden mij op en die vroeg. Maar ik was in feite bezig op die, die alle wereld en die vroeg voor een interview daarover, maar ik had er nog maar half iets van gelezen. Over die nieuwe valtitowers hing dat dan. Mm -hmm. En natuurlijk dan toch gewoon mijn, mijn gedacht verteld. En uh, ja, ook van verschoten uh, dat, die, dat die vrouwen, ik uh, oh, bedoel, ik kan het daar niet kwalijk nemen, maar van. En die was eigenlijk echt van, van, van verbaasd. Ah ja, nee, dat is ah, nou, niet hetzelfde FC De Kampioen. Eh. Valt <laughs> ouders, Nee, nee, dat is belangrijk, dus eh, ik heb toch maar dat interviewtje gegeven erover, om dat toch maar een keer duidelijk te maken. En ik nee, denk dat, dat, dan... jij dat dan nooit gezien? Of, of, of wat? Dat, ja, dat is toch niet. een rare vraag, als je, dacht, als je dat vergelijkt ja. met FC De Kampioen. Dan heeft toch geen hol mee te maken. Mm -hmm. Kijk jij nog veel naar comedy eigenlijk? Is dat iets dat jij nog graag ziet? Ja, ja. ja? Zeker. Comedy en uh, antologie. En, en bepaalde horrorfilms okay. dat is ik, en documentaires alright zo alles eigenlijk <laughs> <Bijna>. <laughs> zo horrorfilms en, uh, en romantische <laughs> comedies en, uh, en, en, en heist movies en actiefilms en, ja. Ja. ja maar, ja. maar, ja. maar ja. like, superheldenfilms heb ik nooit mee geweest hmm. Ik had er op voor niks op te ingeval, maar uh, die, 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 dat is iets like, dat kan mee voorbij laten gaan ah, dus. en, document, en documentaires wat zijn zo de is, is, is? Uh, biografische documentaires vind ik wel interessant of zo, documentaires over bijvoorbeeld, uh, ik heb daar een keer een tijdje, ik denk tijdens de lockdown, heel veel documentaires opgezocht uh, op YouTube en zo, en, en, en streamingskanaal over creationisme. <laughs> wow. Omdat ik dat okay. zo fucking bizar vindt. Ja. Het even me gezegd de mensen die niet weten dus wat is. Dat dat zijn de mensen die ervan uitgaan, die de, die de Bijbel letterlijk nemen. Hé? Dat de wereld mm -hmm. geschapen is door God in tien dagen. En alles wat aan de, de Ark van Noé, dat dat ook klopte. Hé? Omdat de aarde 6000 jaar oud is. is, ja. is ja. en, en dat ook uh, um, tijdens het aardse paradijs liepen er daar ook uh, dinosaurussen eronder en al die levende uh, in harmonie. Maar Adam en Eva en eerste mensen... En... Dat is ja, de Flintstones een... eigenlijk. Dat is wat voor mensen zijn dat dan? Want je, je dat... denkt er dan zo automatisch zo de... Ja, de, de typische, niet te serieuze mensen, maar dat zijn niet allemaal... Uh... Nee, maar, ik denk, maar je, kan, je kan dat niet zeggen, maar ik vind dat zo... Ja, ik vind dat fascinerend, ik weet niet waarom, dat mensen nog altijd zo simpel kunnen blijven denken. En dat, er, en, en dat, dat is dan vooral iets Amerikaans, ja, dat, dat is ook... Uh, het wordt daar heel veel geld mee verdiend, van die van die preachers en, en van en, 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 en zo die gasten die zo hele creation, crea, creationisme-museum museums hebben. Hmm. Like zo, ergens in Amerika hebben ze de Ark van Noé nagebouwd. Ja, juist. Maar dat dat is de, is de Michael een... daar niet eens geweest. Ik denk het wel. Dat zegt mij er iets van dat de Michael van Peel er is op, en dat hij een ja. foto had getrokken met die Ark en zo. Dat hij er ook echt staat. Dat er zo ja. ja zo. Dat is toch... Oh man, life-size Noah's Ark, ja ja. Hier, Ark Encounter. Ja, juist. Life-size ook, dat ik denk... Nee. So, you were there, of... Jij weet dan hoe groot dat dan zo zee was? Want ik, als ik dat zie staan, dan denk ik... Twee van elk beest in de wereld god daar toch niet in geraken. Nee, maar toch wel? Nee. Die mensen geloven dat dus, hè Ja. En dat is, ja, ik vind, ik vind dat zo ja, bizar dat je de mensen daarmee kan mee voor de zot houden en, en, en dat blijven voeden. En, mm. en, en ja, de hoofdtraining is natuurlijk held en macht. Mm. Maar het is, like zo, het is zo dwaas. Ik bedoel, zij me. Oké, okay, ik ga niet pretenderen dat we ertussen alles weten en kunnen ver van. Maar mag me alsjeblieft niet voorbij het stadion al zijn? Dat, dat er zo. Pff, kleutermechanismen nog altijd zo belangrijk zijn in de wereld. Ja, maar je voelt toch aan... dat dat dan een comeback bezig is? Hey, dat je ja. toch zo mensen terug, zo die, die extreme conspiracy theories en de mm. the Flat Earth Society en dat soort. Er blijkt toch precies bij een bepaalde soort bevolkingsgroep. Toch zo'n soort terugkeer naar zo van die rare ja, het, ja, het. vooraleer dat we wetenschappelijk iets konden. En, en trouwens, dat de aarde rond is, dat, hebben we wel, dat is al heel lang dat we dat kunnen bewijzen, dat dat zo is. Dus het is zo weird. En wat voor documentaires waren dat? Herinnert u er nog een van? Want dat interesseert mij ja, uh, ook wel om nee, dat eens een keer te zien. Namen weet ik niet meer. Dat is mm -hmm. dan gewoon via YouTube. Hé, en mm -hmm. uh, documentaires die dan uh, daarvoor nooit in het cinema kwamen nee, maar gewoon ja. van, van tv. Maar ook zelfs um, um, documentaires en, en programma's die gemaakt zijn door zulke creationistische organisaties zelf. Ah, ja. En dat is zo. Nee, dat, is zo ja. dat is eng. Dat is eerst, eerst moet je daarmee lachen. Mm -hmm. Maar dan is dat fucking eng, en, en die kinderen worden daarmee geïndoctrineerd. En, ja. like en heel die orkest er dan een wetenschappelijke uitleg dat, dat ze toch... Een... Kentucky. Mm -hmm. Het is of course. Of course, Kentucky. <laughs> <tie> ja. 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 ja, dat is waanzin, hè? Ik bedoel, Want je weet ook, als je daar gaat rondwandelen, op die levensgrote ark mm -hmm. hè, in dat park, en je, dan weet je dat je daar gaat zitten met mensen die dat, dat geloven. Hè? Je gaat daar niet alleen rondlopen, met mensen die er iets mee gaan lachen, maar er gaan ook zo schoolgroepen het, rondlopen ja. met een gast die je dat zo rondleidingen geeft, en dat je voelt, ja, dit is letterlijk wat er, wat er verteld wordt, hè. Ja. Maar ja, er zijn ook veel mensen die daar naartoe gaan om ermee te lachen, hè. Je hebt ook zo filmpjes van YouTube dan, die dan een mm -hmm. uh, films zo een walk doen en ermee lachen, maar ja. ja. Uiteindelijk hebben ze dan ook, uh, wat is het, ik weet niet hoeveel dollars betaald om bij Uiteindelijk, die ark wint altijd, hè <laughs> op dat vlak. Dus, ja, en zo van dus. die displays en zo. Ah ja, een dinosaurus. Ja, vredelievende ja. dinosaurussen naast de mensen. Dat ja, ja. is, uh, is een ark. Ja, ja. ik moet wel zeggen... Maar, maar het is ook zo... Weet je wat... Dat ik dit... zou dat wel, als ik in de buurt was, dat wil ik toch zien? Tuurlijk. In, ja, ik ga tuurlijk. er zeker naartoe. Ja. Maar het is ook zo... Het is ook zo cynisch van... Ik, kan, ik weiger te geloven dat, dat al die mensen die, die daar helden in steken en de bazen dan gezegd van zo'n ding... Dat die, die dat geloven. zelf geloven. Ja, het is dat. Ja. Ik kan dat niet ja. geloven. Het zijn er, en, en ik denk dat dat op veel vlakken is van al zo'n ding dat er daaronder vrij cynische laag zit die, die gewoon uh, mm. die, die mensen voedt, zo en, en is gewoon, ja, het is gewoon uh, een, een cash cow. Ik denk, nee, aan de mensen uh... moet wel zeggen: is mij opgevallen, dat valt me dat nooit op, maar dat is een enorm dramatische mensenpopper. Je moet zien wat die allemaal doen, jongen, Zie mm -hmm. dat... Ja, ja, dat was uh, veel drama in de Bijbel, he, man. Dus in man. En deze is ook nog een goeie zie. Ja. Ja, maar ik kan dat ook al op zo'n walkthrough eh, bestaan er genoeg van, ja. van de Ark Encounter? Nee. Die en, ging je je wel je eens naar de gym ook dan deze nee. hier. Uh, die was er wel clear. We al dat legday geskipt, maar voor de rest. Ja. Uh... <laughs> ah, te goed. Ah, groeien. maar dat is, wel, dat is wel zot, ja. ja. Ik, blijf, ik blijf die, die, die Bijbelverhalen ook, ook grappig vinden als je echt praat met mensen. Je hebt er soms zo van de evangelische kerk en zo. je die ontmoet en je babbelt ermee dat je dan zegt ja ja zo de metafoor van en hebben die zoiets, nee dat zijn geen metaforen hè, dat is letterlijk gebeurd en dat je dan wel denkt goh Nou, ja, dat, dat, dat is te vermoeiend denk ik om dan, uh, dan nog iets te. ja de strijd wilde niet gewoon nee. voeren of zo hè daar je geen goesting voor want je denkt hij schat ook niet uithalen, of zo maar wat is dat dan is dat dan wat vind je er dan fascinerend dan dat iemand dat iemand anders denkt dat iemand op een bepaald moment nog een andere afslag neemt ja omdat ik zo bedoel, oh, oké, okay, ik weet ik ook niet alles, maar alsjeblieft, doe ik er niet zo wachterlijk. Hoe komt dat? En ook zo van die debatten dan tussen de creationistische wetenschappers zelf dan en gewoon die dan en in die debatten natuurlijk, met al die uh, kennis dan, ze kunnen allemaal uh, weer leggen wat dan die zeggen. maar uiteindelijk gaan die dan toch ergens argumenten vinden dat dat toch klopt dat de wereld nog maar 2000 of voor zoveel ja. jaar oud is. Ik vind dat fascinerend hoe dat mensen uh... Het is hetzelfde like, wat dat er ook in Amerika gebeurde, en zeker dan met, met, met Trump en al, en al die Make America Great Again, uh, dat die mensen daarachter zitten, en, en die, die zijn zo fan van Trump, die zijn verliefd op hem, en het is gewoon, in feite, het is de grootste leugenaar en manipulator die er is, en die geloven dan echt dat hij zich bekommert over, over die mensen. Mm. Het, is zo, het is zo duidelijk, van, het is totaal niet te vertrouwen. Mm. Hoe, 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 hoe kan je die mensen zo... Uh, zo ja, ik weet het, ik vind het vrij fascinerend. Ik vind het ja. raar. Dat, ja. dat boeit mij aan die... Met Trump kan ik nog snappen in het begin van zijn, ja. van zijn run zo, dat hem, dat hem zo hard de vreemde eend in de bijt was en dat iedereen zo hard de, de politieke status quo beu was mm. dat je die kiest. Voor iets in mij denkt dan nog: ja... er zullen echt mensen gezeten hebben. Je hebt, je hebt natuurlijk de fanatieke aanhangers, maar je gaat ook zo de, de twijfelaars hebben die zeggen: ah, oh, fuck, wie weet hoe erg kan het zijn. Mm -hmm. Maar na één ambtstermijn hadden toch wel deur hoe erg dat was. Het is dat hè. Allee, dan het, is zo het is zo, duidelijk. Ja. Dat je die gast voor geen aard kan vertrouwen. Ja. Het is, maar dat is ook zo van die interessante documentaires over ze van die cultusleiders, hè? zo mensen ja. die zo. Maar was je niet en een weer zo die cultus in de jaren 70, waar iedereen zo mega uh, Jones iets Jim, oh, Jim, Jones. Jim Jones, Jim Jones, ja, Jim Jones, ja. waar de, ja, dat was de, de, kennelijk... de ladies van. Uh, Jim Jones Massacre, is dat dan met die... Dat is allemaal collectief samenwoord? Ja, ja, ja. Met ja, 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 ja. ja, dat drankje ja, zo? Ja, ja, ook. Uh, They drank heftig, the Kool-Aid. Ja, 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 ja. ja, dat ja, ja James Warren Jones, ja. ja. Maar dat is altijd zo'n gast. Ja. Dat is altijd zo weet, met blinkende witte tanden en zo te, te, te recht en te vierkant en te... Altijd zo'n ene die je eruit ziet, als een slechte autoverkoper. Dat je al mm -hmm. denkt, die je niet maar in het zak kunt zetten, die een auto rit niet. En een enorme hè? die zegt: Ja, oké, okay, als ik te val, ga, ga iedereen meepakken. Ga zoveel mogelijk mensen meepakken. Ja. Dat, dat is vanaf wel oké. En het is ook ja, veel mensen zijn er daar. Ja. En al nou die kinderen en al, ja, ik zie dat. Ja, het was daar inderdaad ook een documentaire over. Ja, de Volksjury had ja, dat daar ook over. Dat mm -hmm. weet ik nog, dat die er ook sowieso iets over gedaan hebben. Maar dat vind ik toch ook fascinerend. Of die kerel in Waco daar, die Branch ja. Davidians. Hoe heet gast David, David, David Koresh. Koresh. Koresh ja. ja, dat is toch ook. Dat, dat vind ik ook zo fascinerend hoe die mensen daarin meegaan. Mm -hmm. Maar ja, je hebt simpelere dingen die misschien minder. Maar aan de ene kant, even niet om een dingen te ja. doen, maar dat gaat Ik sta ga altijd, altijd op het podium. Ja. Ik zeg niet, het is af, ik ben niet om Patrick of trekken Charisme maar... wilde ze Ja, zeggen. gewoon je kunt wel naar iemand kijken. Alleen ik bedoel, Mintang Gennoloziet te zien is het ook fan. En mm -hmm. dat is nog een eind verwijderd van, spreek naar in het kanaal of, uh, of ja. geef al je geld. Maar ja, mensen zien graag op naar iemand. Ja, maar dat, dat werkt op zulke structuur. Nee, dan. En ja. dat ga je dat misbruikt dan misbruiken. En dat is gewoon, ja, ik vergelijk het graag zo met, een, met de animatie in een all-in hotel in Loredding Mar. <laughs> we, we, keer, we zijn één keer op reis geweest, heller Rijndam, gewoon een keer uh, en zo, nou, Ik weet niet waarom, gewoon een keer rusten en aan niks denken. Uh, en dan was er zo s ook ran, uh, de animatie in en, en dat zijn dan en dat zijn van die domme spelletjes en ze zingen dat liedje en dan mogen uh, spelen ze met de gasten spelletjes zo om te, te rapst een en ballonnen blazen. Dat had ik knapt van dat niveau. Maar je ziet daar ook de mensen. Volwassen mensen zo dwaze domme dingen doen, gewoon omdat die opgejut worden door, door, door die anim animatoren, die, die trouwens ook niet, ook niet zo heel goed hun werk doen. Mm. Hey, dat zijn ook niet de top entertainers eh, van, van Spanje, natuurlijk, die daar staan. <laughs> <laughs> Wat doe je dan? Doe je daar mee? Nee, nee, nee. Wat we wel meegedaan was een muziekquiz maar ja, dat was toch niet simpel, dus man, natuurlijk gewonnen. naar is gaan met een T-shirt en ik weet niet wat nog en een drankbon of zo, maar ja, dat was, dat was, dat was opgestaan, dat was voor kleuters. Dat is dat niveau, oké, okay, omdat je iedereen moet betrekken, maar dat is zo. Je kan zo rap met een beetje, hé, hey, kom aan, hop, hop, hop. En in feite, al die mechanismen, dat, is, dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Maar mensen die, die, die meegetrokken worden in creationisme of van die extreme figuren, de, de, dat is de kiem van al die dingen. Hè. Dat is gewoon van, hé, hey, hop, hé, hey, geloof me, kom, ik ben een tof. En ze geloven dat, dat. Dat is, ja, mm -hmm. oh, het is simpel uitgedrukt, maar nee, 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 dat, nee, dat, dat is wat dat is. En ik ja, vind het eigenlijk fascinerend. Wat ja, heb jij de een dag gedaan toen, heelal, Maar uh, gewoon een keer uh, rondgewandeld, niet te veel denk ik en uh, uh, boeken gelezen zeker. Ja, ja. Ja, ja we hebben dat er ook, ook eens gezeten, heen. in een huis zo ergens in de. We moesten altijd helemaal naar beneden rijden voor die halen, dat weet ik nog. Maar ik vond dat verschrikkelijk. Moet ja, ik dat echt was, dat was keer? Ja, ik vond dat echt gruwelijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is verschrikkelijk als je in een bepaalde fase in je leven bent. Ja. Ja. Dat... Als je jong bent en je zegt: hey, het ja. kan in feest. Je, en komt, en zo, je dan komt er beneden aan en, en dan denkt je: oh, wat, ja. wat doen wij hier? Ja, en dat was ook heel druk, weet ik. Dat veel rusten ook, een, dat weet ik ook. Ja, rust, ja die rusten. Die veel... rusten kijken naar er niks. Hè. Nee, nee. En die zijn nee, zo, nee, zo, nee, nee. zo onbeleefd. Als die pakken dan naar dan het buffet gaan, die pakken dan twintig taloren vol aan... en die eten dan een klein beetje van iets en dan zijn ze weg. Dat zijn vrij goed. Je mag het niet allemaal over dezelfde kam scheren, natuurlijk, maar. De rest, dat ik altijd ingekomen heb, en hotels zo, zo vakantie nou, Momenteel, met Oekraïne mag het wel. Het ja, 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 mag kort, weer ja. even terug. De, de, pe de peer van de Russen de, de, is. Uh, de de is Russen niet zo zijn goed. niet op hun beste nee. tijd weer al bezig, nee. wereldwijd. Uh, goh. Maar wat, wat voor een situatie is dat? Dat is maar. een gruwelijke situatie. Ik kan. Ik, wacht. Wil jij over Oekraïne, of ik kwam nog iets Niet noodzakelijk, over, maar jij overduidelijk niet. Nee, nee, dat was, ook, ik, uh, dat was <laughs> ook wel duidelijk. Zo. Ja, dat is gruwelijk. Nee, nee. Maar zeg, Loretta Maar, hoe was dat? Nee, nee, ik vraag... <laughs> um, de de, de superstar, uh, superstarperiode. Uh. En nog enig idee van hoeveel tijd dat je er eigenlijk in stak? Want, als dat, want dat, dat, dat was enorm arbeidsintensief. Ja. Uh, hoeveel tijd? Ja, dat, dat was dag en nacht uh, voor... Weet jij dat nog? Dat... Mm, ja, zo je ja. ja. mm. Zou u dat tegenhouden om er, om er, om er uh, nog te maken dat het zo arbeidsintensief was? Of is dat niet? Oh, ik heb het een beetje gehad en dat is niet op zich omdat arbeid intensief is. Van als ik me daar op oh, doel insmeet, ik, ik, ik vind dat leuk. Maar ergens, ik weet het niet, weer, weer dat doen. En ik denk ook dat het moeilijk is om dezelfde ploeg weer bij elkaar te krijgen. Um, die, die wel heel goed en sterk was, dat ligt ook niet voor de hand om de juiste mensen daarvoor te vinden, ook, ook om dan daar, in feite, ja, een, een, een vriend te zijn. Um, dus in feite niet, ik heb het een beetje afgesloten. Moest de vraag komen, ik weet het niet, denk, 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 Want je dan weet niet. als, als hey, er zijn nu mensen die aan kijken zijn, om het luisteren en die zeggen, ja... Ik voel dat net ook. We zitten een foto online. Dat gaat over de Loveboat. En dat gaat daarover. Dat, is, dat zit wel in een soort collectief geheugen of zo. Dus ik als je, ja, denk ja. wel dat daar een publiek voor zou zijn. Voor een, voor een, een, ja, een nieuwe. Maar ja, misschien ja. moet het daarom juist niet doen, denk ik. Dat dat, dat, ja. dat, dat, dat ding blijft. Hè. Dat is gelijk dat je nu zou zeggen: we doen in de Gloria een nieuw seizoen. En je denkt, ja, die mensen waren toen ook zo op het. Hè, op het toppunt van hun kunnen of zo. En je hebt zo dat één moment in, in de tijd waarin dat, dat allemaal samenvalt en dat klopt. Mm -hmm. En misschien als je dat dan probeert te recreëren, zo jaren later, dat je dan toch uitkomt op iets dat je redelijk teleurstellend vindt. Ja, maar ja, met die, doc, niet, met die documentaire van dat crea, crea Museum of Ja, daar zit natuurlijk is toch, nog ziet wel al iets niks in. in? <laughs> <Ja>. <laughs> Kunt, er zit daar zo niks in, denk je? Dat je uh, uh, in. Uh, ja, waarschijnlijk. <laughs> weet je wat dat is toen, toen, toen de Superstar deed? Er was ook like, niet, niet echt iets helemaal vergelijkbaars. Toch, oh, toch niet een programma die, die volledig daarop uh, gebaseerd was over dubbing en ding hermonteren. Mm -hmm. Uiteindelijk. De Britse TV heeft dat jaren alleen al gedaan. Um, uh, Mark Uitroven heeft ook al soortgelijke dingen gedaan. Het dus is niet dat het iets nieuws was, maar misschien wel gewoon wel iets nieuws, omdat het programma was die alleen maar zo'n ding was. Maar ondertussen zie je dat meer en meer. Like de Ideale wereld zijn ook heel veel, mm. heel veel van die dingen end ups of zo. Mm -hmm. Dus het bestaat gewoon al genoeg dat dat nu niet uh, specifiek. Uh, ja, als je het binnenkort uh, verder en verder gaat met die deepfake, man, hoe ver gaat het daarmee kunnen gaan? Ja. Als je zo letterlijk die uh, zender wie, die zender wat kunt laten zeggen eigenlijk, basically. Het is waar. Dan wordt het uh, dan wordt die allemaal wel freaky, ofzo. Ik had er zo onlangs nog een gezien met Biden. Die je zo. Uh, op een podium staat en dan vertelt over dat die stagiaire toch een goed kont had. Maar die, die doet dan echt zo'n hele nuttig. Ja. En het grappige was: die gast dat daarna doet, doet die stem ongelooflijk goed na. Hè? Dus je zegt: My god, she had a great ass. it was unbelievable. Maar die blijft gaan. Over de... Dus je denkt al, dat werd al zo mega ongemakkelijk. Maar dan eronder, de eerste comment eronder was: Ik wist al zeker dat het niet de echte was, want je zei al vier zinnen aan elkaar dat het just ging. Ja. Zo, dat de echte Biden <laughs> meestal al, al over allerlei woorden strunkelt en ging van No, that is never been that coherent. Zo, maar dat is wel weird of zo. Mm -hmm. En ik, ik, begin, ik vraag mij wel, als je zo'n aantal jaar verder zit, dat, dat, dat je het niet meer kunt zien. Nee, dat, ga, dat, 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 je dat je echt gaat... het niet meer door, he. Dan wordt het toch freaky. Ja. Dat, ja. dat gaat serieus misbruikt worden. Ja, natuurlijk. Ja, je ziet dat van hier. Ja. Ja, ja en dat is ook wel jammer want het mag ook niet te goed want wel van de week was er binnen een goede denk je, in de ideale wereld met die met dat verhuizen dat blues dat, blues dat is dat is. is ik wil hierbij toch een keer uh, uh, alle lof voor de mensen die dat gemaakt hebben dat is uh, Lucas Lely, Sander VDV uh, en Bart van Peren heeft dat ingezongen. Dat is mm. ik moest zijn, de eerste keer dat ik dat zag. Ik heb het ondertussen al zes of acht keer ik gezien. Kan het, uh, zien. Ik bleef, ik bleef het aan. Dat mm. is echt hoe ik dan alles kon opzetten. Ja, okay. Voor de mensen die gaan kijken op YouTube. Maar dat duurde wel vier minuten en een half. Ja, van, dus, maar dat dus, klopt ook. Dus, dus klopt, hè. Mm -hmm. dus we zullen waarschijnlijk we zullen weer een claim en zal we zat weer reclames in. Maar ja, daar hebben we dan voor over. Ja, ja. Uh, wacht even, ik kan het even opzetten. Is dat BB King? Ja.

Zonder, <laughs> zonder de magie helemaal weg te geven, maar hoe begint het eraan? Want, ik bedoel, ziet is dat, je is dat eerst nog, nog zo'n video te zien, en denk je, wel, uh, welk Nederlands woord kan ik erop krijgen? Ja, maar ik, uh, ik zeg het, ik was in die, ik, ik, Van het begin zat er een klein beetje bij, er was nog iets nodig, en, en toen was er ergens een artikel dat ze vonden, de verhuisbloes. en dan had er mm -hmm. iemand een link gemaakt, ja, je kunt er een nummer van maken, en dan is het cliché zo, da Ja, ja. En ik denk dat de eerste bedoeling was om, uh, om, om echt zo de clichés van Verhuis op te spelen, Mm -hmm. Wat hij ten na bijvoorbeeld, dat je, ja, mensen nog eigenlijk dat hij hier nu een beetje zegt, en het, mm -hmm. maar uiteindelijk is dat dan een beetje veranderd in, in gewoon, ja, wat, wat is het? Het gaat nergens over. En het, het gaat nergens over, en, maar het klopt, maar heel dus het duurt vier minuten en een half, denk ik. Mm -hmm. Het is gewoon heel die clip dat ze gedempt <laughs> hebben. En dat zijn ze van die banale zaken, van ja, die kwam nou. Nee, die kan niet. Ja, ik heb nog niks gezegd. Je kent die niet. Oh, je moet zien om, 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 om te geloven bij ze van spreken. Maar. En maar dan het, is, nog, het is Bart van Peersen's stem? Ja, het zin, zin per zin hebben ze dat dan uh, gedaan. He, dat, dat een beetje klopt op de lip nog. Maar dat wordt uh, binnen de dag dan eigenlijk? Dat idee is morgens. Nee, dat was zelfs uh, later. wacht, uh, Ik denk ze zijn daar pas in de. En de, en de namiddag mee begon van dat was een, een last minute idee. Oh. Dus dat is gemaakt op een uur of uh, v, v, wel, misschien vijf. Ja, dat is zot. Ja, Ik moest er wel mee lachen. Vooral ook omdat je blijft zien, omdat je... Ja, die tekst is zo geniaal stoem. maar die, die klopt te veel. Ja. En op den duur, als je, zeker als je je overgeeft eraan, ja, dan, ja, dan is die inderdaad bezig. Ja, eigenlijk... Het goede is, nee, is dat nee, hij zegt. Nee. Ja, ik, ik, ik kan niet hè. die een dag, ja. dat is spijtig en zo. Oe, maar ik heb nog niet gezegd welke ja, ja. dag dat was en zo. En dat is de hele tijd over die ding. Dat ja. gaat, dat gaat. En in het begin is dat grappig zo. Haha. En dan, omdat ik die dag ook sidekick was, dus ik zat tussen het publiek. Mm -hmm. uh, en in het begin, hoor je zo de mensen lachen. Ja, dat is sowieso grappig. BB King, je, of nee, is dat Nee. Ja, nee maar ik weet niet meer is. niet? Het is niet BB King, King die mee. waters. Ja. Zeker. Is dat is grappig op zich en daar valt dan mm -hmm. een beetje stijl dat, dat gelach. Maar door het feit dat dat zo lang blijft duren en dat gaat over niks, ja. dat, dat gaat over zo van, de, zo van die dwaze gesprekken die je dan hebt, uh, dat de mensen nou dan weer begint te lachen en, en heel het verhaaltje is ook afgerond. Dan krijgt hij ook uh, ruzie met zijn vrouw Muddy Waters. Muddy Waters. ik heb nog. Ik, Kijk, ik, ik uh, apprecieer uh, comedy ontzettend, maar het gebeurt niet zo vaak dat ik echt uh, fysiek moet lachen. Ja, ja, ja. Maar ik heb dat dus tran maar tijd mee gelachen. Ja, ja, ja. Waarom is dat zo grappig? Omdat het zo goed is. Maar en het en is dat is lang duurt. Duur. Ja, maar het duur. klopt ja. ook. Het is een bloosnummer. Dat is ja, lang duur. Ja, en ook, je denkt ook omdat dat, dat zo'n banaal onderwerp is. Dus je denkt ook, wat kunnen we nog zeggen? Ja. Het is verteld. Ja, en ja. Dat, <laughs> misschien de laatste nog. Ik okay, heb dat ook eens zo een gezien. Hier is zo de reverse blues deze, dat hem zo alles komt goed. Ja. Zo mijn vrouw komt terug, ik heb mijn job terug, deze lukt. Zo alles dat zo mm -hmm. dat zo alles dat, dat normaal in een blues nummer zit, dat 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 hem dat omdraait. Maar deze is ja, dat is wel 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 funny. Ga man. De Bad. blues is ook zo'n genre waar je ga. Als je, als je in Amerika zit, dan snap ik dat. Ja. Er zijn zo bepaalde plekken dat je dat hoort en je denkt: Ja, hier past dat. Maar ik heb dat dier altijd een beetje vreemd gevonden. Ja, zo van die ja, ja. bluesbaars blues met zo'n mannen met hoeden met een vossenstaart aan en zo. Allee, waar je zo van denkt: <laughs> Wat ga je allemaal aan doen? <laughs> of country, dat is ook iets weird hier. Ja. Zo, je zo gasten met een cowboy uit. en zo. Ik denk: Een Johnny Trash die komt er nu nog mee weg omdat hij het al zo lang doet, denk ik. Maar dat werd toch ook wat weird zo. ja je, hebt er wel wat, je, je mist hier wel wat temperatuur wat alligators en wat, wat vliegen Wat, of wat zo. alles ja. al is. Ja. Zo, wat alles wat ja. dat die stijl in in wat het is in de lintbebouwing is het toch anders ja. Ja. Uh, Dan dan zitten toch niet direct geneigd nee. van daarvoor te gaan de kleine neten is niet de Mississippi ofzo nee. ja, die is echt, uh, nee. 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 nee er zijn echt plekken als je door Amerika rijdt dat had ik echt wel de vorige keer dat ik er was dat ik denk oh ja zo rock en blues en... It makes sense als je rondrit. Je snapt waarom dat die zingen over waar die zingen. Terwijl je hier een uur in de notto zit, ja, dan zit dat al onder zee. Hey, dat, maar je kunt, hier ook dit, een, een, je kunt hier ook een bepaald soort parodie niet doen. Hè? Bijvoorbeeld zo Loveboat. Waarom ja. kun je dat doen? Omdat als je ooit op zo'n crew zit gezeten, ja, die zijn ook echt zo. Terwijl, mm -hmm. als, dat, als je dat over Vlaanderen moet doen, dat is toch altijd de binnenmonds. Een beetje, ja... Zelf, zelf al relativerend, voordat een ander het doet. Mm -hmm. Zo... Ja. groot is dat nooit, hè? Ja, weinig, hè. Ja. Kun je je dat toch niet voorstellen, ofzo? Ik heb altijd een gevoel... Zo, we, daarom zijn ook veel van die reeksen... Er zijn dan wel uitzonderingen op, maar hey, en tegenwoordig meer. Maar vroeger was dat allemaal... Nee, boeren en mee. Dat is altijd dat, hè? De bossen dat van altijd, Vlaanderen. Dat is altijd dat je denkt: oh, ja. ah, hier zijn we weer in zo'n triestig dorp en iedereen is weer, is weer ellende en zo. En daar zijn we dan alle chance wel een klein beetje nut geëvolueerd. Hè. Ook lelijke mensen. Mag dat ja. misschien niet zeggen, maar ja. gehad, die Ik heb voor mijn werk heel veel oude series gezien. Lelijk. Ja. En ook in die komische <laughs> programma's. Lelijke mensen, anders zijn. Lekker <laughs> <laughs> like de collega's. Maar dat heb ik gekregen. Ja, ja, ja. ja. Helemaal de collega's. Ja. En die waren ook al oud. En ja. die waren dan 40 ja. of zo. Hè. Ja. Nou, de collega's, hey, of het plantje. Hey man, ik, ja. zag, ik zag onlangs de Soprano's nog eens terug en er is een bepaald moment dat Tony Soprano zegt: zo van, Yeah, I'm 46 years old. En ik zet daar zo: Holy ja, shit, ja. Zo... ik zit nu vier jaar ouder dan Tony Soprano. <laughs> Toen ik die dat zag, dacht ik ook: Ja, dat is een oudere man de eerste keer, want dat is toch al langer geleden ja. dan dat je denkt, hè. Oh, hier, man. Ja, dat maar ik heb dat nooit gezien in feite. Vooral, ik heb dat toen later gezien voor, uh, mm -hmm. voor het werk, ik het zo zeggen. Maar als kind? ja, van Wanneer is dat? 78? Begin jaren 80. Ik ken je maar dat wel dat dat stond. Ik heb dat zeker gezien. Maar ik denk, ik heb meer het pleintje gezien. Mm -hmm. Ik weet niet of dat, dat een spin-off was. Dat is misschien wel. Nee, het pleintje was meer een soort. Nee, dat had er niks mee te maken. nee, De collega's was komisch, of toch zo bedoeld. En het pleintje, dat was in feite een soort dagelijkse of wekelijkse soap. Dus mm -hmm. Dat was meer een voorloper van hoe heette dat Wat dan nou weer? je had nog zoiets. iets hè? Beetje... grafiek, sorry Even het pleintje, <laughs> het pleintje ook... ja je had ook nog iets hoor uh... hoe heette dat nou weer? dat was zo een, uh, dat is niet gelijk de collega. dat was zo één. dat was zo een en dat hij een dat er een bril niet op had, dan kon die niet dat horen. was een kolderbrigade maar ja. was dan een leeuw. dat was dat was Ivan Verbeek die dan ja, Adrie Sus. ja ja Adrie dus ze was doof als haar bril niet opzette. ja ja, dat ja was zo dat was de... het ja ja dat is echt wel Goh, man Gaston en Leo, Jesus Christ. Ja, dat was Gaston Leo en Romijn de Koning. Mm. De kolderbrigade. Dat is, dat is een zwart gaat mij, dat weet ik niet meer. Ja, maar het, ik denk dat er maar zes afleveringen van zijn. Gaston en Leo heb ik vroeger toch, toch veel, dat was toch echt wel een ding. Als dat opkwam op tv, ja. er werd toch echt naar gekeken. Ja. Maar de kolderbrigade, dat is een van die dingen. Omdat ik jarenlang dacht dat de kolderbrigade de collega's was. Mm. Je had altijd dat idee over de collega's, oh, ja, dat met die secretarissen die doof is, dat er een bril niet op. Heen. Maar dat bleek dus inderdaad dat dat een. Ja, Van Gaston Leeuwen, ik heb vorige maand of zo een keer een, een, een dubbeltje gemaakt. Ja? Maar vrij overdreven. Het was lekker zo, de aanleiding was: wat was het? jacques Lafonge die, die gaat nu een nieuwe show doen, omdat ze 40 jaar in het vak staat of zo. En, uh, en zo typisch zo, eh, zei ook zo van, uh, er werd aan haar mening gevraagd over de Hindase coming dat die toch een beetje te highbrow en te plat waren en te kwetsend. Mm -hmm. En dat was de insteek van, uh... ja maar in feite Gaston Leo, die waren ook, uh... Goh, het komt erop neer dat ik een stuk uit die, uit, uit, uit die uh, BRT shows van Gaston Leo, dat ze zo op podiumsketjes doen, uh, mm. herdupt, dat ze zo aan het zoeken zijn naar na groepjes in de zaal Waar om die... te kunnen popen. Zeg jij dat? Dan ga je dat nog Nee, maar Bart van Peer heeft de stem oh, gedaan, okay. maar ik heb dat gedaan. Maar dat was ook met opzet. Ik had een lofboot gehad, maar had het dan geleeuwd. Maar ik heb dat gezien. Ik nee, heb dat gezien. Ja, want dat staat, keihard dat, mee lachen. Want dat want... staat niet online. Omdat ze nee, daar nee. Niet, dat een beetje te... Maar de eerste, de eerste maar ik weet niet waar ik dat gezien heb. In Duitsland denk ik zelf dan waarschijnlijk. Ja, of, of online of zo. So, maar dat kwam voorbij. En ik denk, wat is dat? En ik zie net zo. En, en ik weet dat hij zo. Uh, Allah, maar die hier, jongen, we hadden een heerlijke nieuwsdaan. Oh, ja, ja, kleren hem terminetten, ja, ja. laten we maar zijn klakje draaien. Ja, 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 ja. ja. Daar, dat ja. is echt. Oh, maar daar moest ik zo hard meer. Omdat voor mij duurde dan een seconde dat ik door had dat dat niet echt was. Het is heel goed Dat is, hier, eens dat is Kear, goed, goed gedaan, want dat begint en ik zat te zien en ik denk. Amai, ik weet wel dat dan, hè, dat dan een andere tijd was, maar mm -hmm. deze is wel echt volledig <laughs> erover. En dan zo'n andere tijd denkte, ja nee, deze is niet echt. Hè. Dat hebben die nooit niet gezegd. Maar dat was echt zo goed gedaan mm -hmm. dat ik er, dat ik er ook, ik kon er niet van over. Maar de eerste, ja, ik denk pak de eerste twintig seconden of zo, zat ik te zien en denk ik, maar ja, dat waren wel echt andere tijden ja nee, dat is goed, dan, dus dan... Ja, ja dat is echt <laughs> uh, echt goed gelukt ja, ja. maar ja daarna ging het zo hard erover dat ik door dat ja, ja. nee, nee. nee maar dat zijn dat ze niet meer. ik denk dat je die op de VRT max kan zien in de uitzending zelf mm -hmm. uh, ik denk dat de, de centrale gast er was toen uh, die uh, dat, dat voetbalmeisje of uh, hoe noemt dat die... Tessa Billard nee. nee nee die nu uh, zo de analisten ah Inkie nee. Courta ja het is in die aflevering maar ze hebben normaal gezien heel veel filmpjes zetten zet de Ideale Wereld online maar uh, om, denk ik, de erven Gaston Aléo oh, niet te veel ja. voor, voor het hoofd te stoten, hebben ze beslist om dat niet als apart filmpje online te zetten. Ja, dat was wel een, uh, een goede, in ieder geval, ik moest er wel je alert mee lachen. Maar ja, dat was leuk, dat was ook, ik zeg, oké, okay, ja. dus, dat, mag dat dan doen? Dat ik zeg, oké, okay, maar ik ga totaal loveboat, ik weet niet hoe zwaar, ik weet niet hoe plat, ja. en het is gelukt, en, en dan heb je ook chance met de beeld natuurlijk, met die, met die pet. als je dan uh, een, iemand gaat zoeken om... Uh, ja daar gaan minetten over zeggen daar <laughs> gaan dat is ook zo goed jongen minetten wat is, is een tijd dat was voor lesbiennes zeker hè was dat niet minetten is dat niet, was dat niet zo'n woord ah specifiek dat ik weet ik niet het wel ik dacht de ah, janetten ja. waren mannen en minetten waren vrouwen denk ik oh, dat, is, nee. dat is iets dat ik me denk ik nog vaag herinner uit de oude tijd als jij zelf zou kiezen wat voor een, wat voor een programma dat je mokt, zou jij ooit zoiets Willen maken iets sitcom-achtig of iets? Uh, ja, ja. Als het een goed idee is hé. Mm -hmm. Dat is het houden idee voor een sitcom hé. Ah, Maar ik, ik heb nog een tijdje gedacht, in feite een animatieteam in een hotel. Ah, ja, ja. Is een beetje, het is een beetje Heidi high -high. Ja. Maar ja, dat was zo butlin, dat waren zo'n speciale kampen. Ja, dat en was en dan die, die vakantieresorts, uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar je hebt sowieso altijd zo, uh, en, en die grote all-in-hotels. Uh -huh. dat er dan ook vlaamstalige animatie is. Kijk ja, dat dan is een alleen. Uh ja, ja ja ja, dat is een In ik met een beige kwak tegenkomen. Ja, maar als stijlfiguur was dat leuk om te maken. Dat je zo uh -huh. keihard plat kan gaan. Voor meer is dat dan dat niet natuurlijk. Je kan dan niet heel dag doen zo filmpjes uh -huh. maken. Kan er je op. Maar dat is bevrijdend, omdat dat zo plat is. vind ik. Ja. Dat vind ik en ik denk dat dat ook een beetje de de, 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 ja, de, <tie> dat die lofbouw daarmee te maken heeft. <tie> uh, dit is, ja, dat is toch zoiets... Het blijft... Ja, comedy blijft iets, iets weird. Hè. Waarom werkt, een, mm -hmm. werkt een, een programma wel en waarom een ander niet? Welke zin, de onsterfelijke? Want ik moet ook zeggen... Ja, dat is zo jarenlang een van de meest succesvolle van ze allemaal geweest, Seinfeld. Maar ik was ook niet altijd mee zo, met al die afleveringen. Mm -hmm. Ik zat dat ja. ook vaak door te zien en te denken: Ja, ik snap het wel of zo, want ik vond het ook niet altijd verschrikkelijk of zo, maar er zijn dan toch dingen die dat ik wel liever zag dan dat. Ik vond dat, ja, dat vond ik Curb Your Enthusiasm bijvoorbeeld yeah. al leuker. Omdat Larry David op, op een bepaalde manier, ja, dat, dat noodschend was dat vaak als die samen zaten en die waren aan het bespreken wat de aflevering ging zijn en waar het over ging gaan en dat je dan begon, ja, dan gebeurt er dit en ik reageer dan zo en dan zat mm. er iemand aan tafel en je zei, je moet niet, dat, dat klopt niet want niemand zou ooit zo reageren op die situatie en dan zei je, it happened to me and ja. that's exactly how I reacted en dat heeft dat ook wel, hè, zo die event die zo alles ja. Ja. nodeloos moeilijk maakt voor zijn eigen. Maar blijkbaar is er ook zo in een van de afleveringen van Seinfeld dat George dan ontslag genomen heeft bij zijn werk. Mm. En, dan, en zij dan beklaagt en dan het idee heeft van: oké, okay, je zegt altijd maar sla Met de ruzie vertrokken zo. En, 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 zijn, en zijn baas dan uh, uitgeschold of zoiets, ik weet niet precies. En dan komt hij thuis en beseft: shit, wat heb ik gedaan? Bij mijn werk weet En dan dat er iemand zegt, krijg dan van: dacht ik, van uh, weet je wat, ga gewoon terug naar je werk morgen en gebeurt dat er niks gebeurd is. <laughs> maar blij, dus, uh, dus die komt dan effectief terug op, op zijn werk en die gebaart van niks. En iedereen kijkt zo van. Uh, ja. En. en uh, en hij houdt dan zeer werk, blijkbaar. Maar blijkbaar heeft Larry David dat, dat in het 80 ooit een keer gedaan. Ja. Dus dat is blijkbaar iets dat er gebeurd is. Ja, maar dat is dat een gast da, die zo... alleen maar zo dat soort ja. dingen doet. Hè? Dat is zo elke keer dat je denkt, Joh, maar dat, die situatie, je zou nooit zo reageren. En dat blijkt 9 van de 10 altijd te zijn dat hij zegt, ja, dat is exact wat ik toen gedaan heb. <laughs> Ja, die reacties zo, maar dat is echt wel die gasten. Ja, ja, daar, ja. Dat, ja, dat, voor... dat ja. kunnen niet, dat, dat is top op alle vlakken. Maar dat... dat is die, maar ook die verhaal-eentjes die ook, dat is ook twee, drie verhaal-eentjes die dan soms een keer kruist en dan een beetje terugkeren of niet. je weet nooit precies wakker dat is. Mm. Dat is wel ja. vrij sterk, hè. Ja, en ook gewoon, die, die, dat is ook zo iemand die je kan over, je ziet je over de straat lopen, je ziet je kijken. Alles wat je doet, de gewone handelingen zijn al grappig, hè. Mm. Want je doet weinig, hè. Dat is ja, geen, maar, nee. hey, ja, dat is een beetje die, die neurotische, Joodse, New Yorkse humor, zo wel je leert dat hij nee hè? Zo ook een beetje Woody Allen-achtig soms. Hè? Zo dat heel altijd overthinking everything, ook zo veel te ver gaan in, in onnozelheden. En dat doet hij ook in het echt, want dat was ook... ook uh, Opmerkelijk om te zien bij Comedians in Cars Getting Coffee. Dan zat hij zo naast Jerry Seinfeld in een of andere auto. En dan begint hij zo'n hele nutlicht te doen over het verschil tussen iemand die een sigaar rookt en een sigaret. En gewoon heel die filosofie dat je daar mm. had, dat je ook denkt, je denkt echt over alles veel te lang na. en Zo'n sigaret, dat zijn mensen die geen tijd hebben en dat mm. moet allemaal gaan, dat is allemaal stress. En dan zegt hij: een man with a cigar contemplates. Zo, die een e tijd voor na te denken over dingen. En dat is, ja, is zo'n een, een unieke vent dat is dat eigenlijk. Dat is ook ja. nooit uitgeschreven, die scenario's van Kurp. Is maar, dat zo? Nee, dat is, ik heb daar uh, ik had er ook een boek van, van gelezen en, en ook al gehoord. Dus, uh, uiteindelijk zijn dat maar drie blaadjes. Dus heel het verha het, uh, de verhaallijn, verhaallijn, de story staat vast. Mm -hmm. Je weet waar je naartoe gaat. Ja. Maar uiteindelijk uh, is dat improvisatie. Dus ook die mensen zijn er ook in getraind. Die komen ook uit het improvisatietheater of zo, veel van die acteurs. Ja. En die doen dat dan een paar keer. Die weten nog wat dat ze naartoe moeten. Wat, wat, wat belangrijk is voor de verhaallijn. Ja. Maar dat zat daar niks van uitgeschreven. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon vier blaadjes. Dat is ook wel zot. Lex like Heinfeld is helemaal uitgeschreven. Hè. Ja, liefst ze. Yeah, there's no script to each episode; just a heavily detailed plot outline, which yeah. the actors and actresses all improvise. On average, each scene will require between seven or eight takes, which is very high for a television series on a tight schedule. That's odd. Is it? Idrabegent te laten, zie je het ook, hoor. Van, dat zit vol met voor. Maar ja, je had erin mee natuurlijk. Maar, dus, ja, dat is wat dan. Dat moet toch, ja, dat moet toch echt wel. Allee, op een bepaald punt moet dat heel leuk zijn, denk ik, hmm. om dat te doen. Zeker als je, maar dan moeten we wel werken met de beste dat er zijn. Hè. Dat is het ook, wat dat, dat altijd is met dat programma. Hè. Is, ah, dat zijn, zijn ook veel mens... mensen die elkaar kennen ook al lang. denk ik ja, of ja. toch een beetje? Ja. Want zelfs, zelfs uh, hebben jullie trouwens Chris Rock gezien. Die is een, uh, nee, ik die, is een die is een respons op, uh, op heel de slap. Nee, nee. Dat is toch ook wel weer graafs. Ja, en die heeft ook echt exact een jaar gewacht, hè, tot, tot het weekend voor de Oscars, om dat los te laten. En zijn antwoord te geven op wat er daar gebeurd is. Maar dan is hij het toch wel weer echt... Maar ik, ja. ik, 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 ik voelde precies... Ik dacht dat de strijd bij al begraven was, maar dat is precies... Nee, dat, uh, <laughs> dat is, dat is uh, alles behalve de... Uh, hoe zeg je dat? De houding dat hij eh als ze aan ja. ja, het spelen is. ik wil het wel zien, want het is heel mixed hè? Het zijn uh, mensen die het fantastisch vinden, en mensen ja. die er niks aan vinden. Ik heb nog niet gezien. Ja. Ik heb like, één recensie al zien passeren, dat lekker vrij slecht was, maar ik heb het ook niet gelezen. Maar, no. maar ik weet welke wel geen zin. maar... Ja, ik heb gewoon alleen dat ene stukje gezien. Ah ja, want dat, is, het... dat was een livestream op Netflix of zoiets, denk ik. Dat hij toen gedaan heeft. Maar de, de, de show zo staat er niet op, denk ik nog niet. Jawel, denk het wel. Ja, nu toch al ja, wel dan? Ja, ja die staat, op. Ja, die staat, toch maar, paar, staat er al op. Maar ik denk, um, het schijnt dat de een paar show... dagen geleden nog niet. Allee, want ik heb het nog gezocht. Om te zien of, dat het, uh, of dat ik het erop kon vinden. En uh, toen stond hij erop. Ja, ik, op. het schijnt dat. Ja. ja. De, de, de ja, selective outrage ja. of zoiets, zo heet ja. hem, denk ik. Ja, echt. ja, ik moest er wel, ja, dat, met dat stuk moest ik toch echt lachen. Hè. Dan dacht ik wel van ja, oké. Okay. Nou ah, ja, dan zou het er nu wel op. Ja. Heeft in ieder geval hè, zijn eigen niet ingehouden, ik zal het zo zeggen. Dat was wel, na een jaar wouden we wel weten, joh, ja, hoe was dat nu voor u eigenlijk? En ja. uh, dat mocht hem wel duidelijk. Ja. ja. En over Jada is hem ook niet echt uh, nee, is nee. niet echt tof. <laughs> ja, mm -hmm. ja. Mij is ook iets meegemaakt natuurlijk. Ja. Maar nog... hier, hier hier hier. Ja, ik ja, even kijken. <laughs> Ja, dat was dus onze was, duf uh... blik, hè, dat helemaal leeggezopen is, is door u Gunther. ik heb dat niet uitgetrokken. Niet nee, nog ik, nog dat was ook niet zo lekker, geloof ik. Hè? Of nee, was dat, was dat? ik weet dat niet, dat was een soort limonade. Dat is de ja. limonade, ja. Nee, dat... nee, maar kijk, je weet, dat was, ik heb dat nooit expres gedaan. Hè. Mm -hmm. Maar ik wist wel, vanaf dat ik door had, als te, uh, terug naar buiten ging, dan wist ik direct, oké, okay, ik, ik ga op tent, als, als ik jullie nog een keer zie. O, oh, oh, Andries dan. Um, had ik natuurlijk wel maken, dat ik nog geen nieuw blikje vind. Dus ik heb dat dan op het internet opgezocht. En bestonden er, maar ik dacht, ja, ik heb nog tijd. En uh, ik was nu echt van plan uh, om een nieuw te kopen, maar dat was bestaan. Bestaal ik nog, maar het is lekker iets anders. Het is ook duf, maar het ziet er niet zo uit. En toen dacht ik van, het is niet meer hetzelfde. Van, ik had al een heel plannen dat ik het ging doen hoor. Mm. Weet je wat ik ging doen? Dus ik ging... Uh, ik wist, uh, de eerste volgende keer dat ik ging terugkeren, ging ik gewoon uh, eentje mee hebben. Mm -hmm. Ze zei, en mij nog een keer discussiëren en zei: kijk, ik kan u een nieuw geven, oké, okay, oké, okay, alsjeblieft, voilà. oké, okay, dan gaan we je op nou drinken en die ook opentrekken. Ah ja, <laughs> natuurlijk, is, is, maar, dan, maar dan nog een extra, ik ging er twee mee hebben, maar ik heb uh, geen ja. van. Uh, yeah. Maar ik wel iets mee, Oh, wil ik dat zakje ook nog, alsjeblieft? <laughs> maar ik kan wel iets, om, om toch een beetje de, de uh, 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 hou niet dat ik me nu zo schuldig voel van zo Waar was dat ook niet, maar mm -hmm. om, om toch een beetje te, te compenseren. Ja. Uh, ben ik eerst uh, een keer rappen naar, naar jullie poppetjeswinkel geweest? De Mechanic Strip. Ah ja. Nee, schiet dan daar. Een tof, uh, gezellige winkel. Um, en een keer gekeken uh, uh, of dat keer iets kon, kon passeren. Oh, dat is wel een dus, uh, keer. Dus, ja. uh, ik wist eigenlijk ook niet wat hij tof vond. Dus ik heb dat dan een keer gevraagd aan, uh, aan de eigenaar die jullie natuurlijk kenden. Uh, en die had wel een paar toffe tips hè, of zo. Een hele toffe boek dan Maar ja, dat kostte dan 60 euro. Ik zeg van ja, ik ben ook niet, ben ook niet heel zat. Hè, maar, maar, maar ik heb dan in de kopieshoek of wat is het. Ik heb toch lekker iets gevonden. Uh, maar de, maar de, maar, je bent het wel goed aan het verkopen. Niet? Jij bent in geval. Je bent gewoon aan het wachten tot die vrouw oh, nee. terug is. <laughs> ja, ja, natuurlijk. Hey, anders uh, uh, anders uh, volle stijl. Uh -huh. uh, dus ik heb, ik heb iets uitgezocht. En ik heb wel gezegd van. Uh, Misschien heb je er niks mee, maar ik heb wel gezegd, misschien kan, als hij wil, kan hij dat al wisselen voor iets anders of zo. <laughs> dus, <laughs> maar ik wou hier toch niet maar in je hand toekomen. Oh. Dus uh, ik, heb een, uh, ik heb ook een poppetje om hier te zetten. Oh, ik weet niet, of cool. je er iets mee hebt of niet, waarschijnlijk niet. Maar mm -hmm. het is iets dat ik, uh, het komt van een film. Mm -hmm. Ik kan nog niet zeggen wat. Ik heb die ooit gezien. Mm -hmm. ja, ik kan straks even aan. Waar, waar ik, die... ik heb die eerste keer gezien op de Nacht van de Wandsmaak. Ah. Dat was in Leuven. dat mm -hmm. werd georganiseerd door. Uh, hoe noemt hij? Uh... Ja, Jan Teren. Jan, Verrijen. Jan ja. en Blijkbaar dat was de eerste Nacht van de Wansmark. ah oh, oké. Okay. Je had een en... allereerste mee. Geef. Ja, dat is toevallig. In een auditorium in Leuven in 1989 was dat of zo. Ja. En er waren zo drie films. Uh, de tweede was. Uh, uh... Koen Wouters, zat dat er niet bij? Intensive Care? Wat nee, ik, dat, nee, ik, nee, nee, dat ik... was ah. Het waren drie films. De tweede was Deadly Weapons. Ja. En, ah, met die grote, tieten. Met die, grote ja. die dan... Die Chesty dan, Morgan. Chesty Morgan, Dead Deadly inderdaad. Weapons. Deadly ja, ja. Weapons. Ja. Inderdaad. Ah, oh, man, te en, goed. En dan nog één dag vergeten ben. En de, en de eerste film die ze gedraaid hebben, dat was toevallig die. Oh. Uh, uh, waarvan ik uh, hier... Andries, alsjeblieft. Ik oh. zal, zal hem uh, deur geven. Fantastisch. Het <laughs> is een kleine compensatie... Uh, om, omdat, ik, omdat ik geen blik vond. Dat is helemaal niet erg. En, en ik kan erbij zetten of was mij. Gunther, Gunther, sowieso heeft dat blik ook veel meer aandacht gekregen doordat jij dat hebt open dan ja. dat hij dat ooit in zijn leven anders had kunnen hebben. Anders had ook nooit iemand het er ooit nog over gaat, <laughs> over dat blik. Maar ik zat mij al af te vragen of dat je het ging doen. Dus dat was wel nee. grappig. Oh, de oh. Toxic Avenger. Ja. dat zal wel zin. Nee, hey, maar dat is beter dan een blik in niet? Dat, ja. nou, dat is ja, een, ja. een keih goede film. En ja, die speelde dus ook op die eerste ja, nacht ja, van de Wansmakers. Ja. Dat was de openingsfilm van de drie. Ja, dat, dat is om de camera te zien. Al. Ik dat is zo'n superheld en die gebruikt eigenlijk uh, een zwabber, zo'n schoonmaak-zwabber uh, als wapen. Van troma-films, uh, uh, van ja. die vrij vrijwansmakelijke uh, horror. Ja. Gemak, tamelijk goedkoop gemaakt, denk ik ook. Ja. Zo'n ne mega-nerd op school en die wordt dan gepest en dan wordt hij zo in zo'n vat nuclear acid ja. gesmeten en dan wordt hij ja, een soort hele rare superheld. De Toxic Avengers. Er zijn vier of vijf films van, denk ik. Ja, dat is ook... Het. Denk je dat er een stuk of vier van zijn? Dan kan je die eerst niet zien, dat ja. heb je genoeg gezien. Ja, dan, uh, dan is het ook wel oeps, hè. Gunther, ja. bij deze is het echt meer dan goed gemaakt. Ah, ja, kijk, Fantastisch, dat doet mij plezier. Fantastisch. nee, kijk hoe. <laughs> het is beter als een blik. Ik zal Amai. hem hier even Amai. van Die... voor zetten. super. We geven hem wel een pluts, uh, maar dat is. Je moet dat wel uit dat halen. Je moet niet zo, oh nee, dat mag niet uit de verpakking, fuck off. He. Ik wil hem hier de volgende keer moeten staan. <laughs> als <kijken. laughs> moet je Als De volgende, keer, volgende week, als er iets verlangen over zet, wil ik. zit. <laughs> ja. dat... ja, je moet dat wel, dat moet je moet hem niet om mij vragen, want dat ken ik niet. Ik zie die gast hier dat dan zo bijhoudt en tegen de muur hangt. En, ik, zal, ik zal een compromis. Verpakking... Je mag ermee doen wat je wil. Nee nee. Dat is van ik. U. ik zal een compromis doen. Ik zal het met zo'n klein kuttermisje zo heel proper open doen. Ach, dat is niet zelf. Man, man. <laughs> dat is wel cool, het is mega cool. Ik heb daar maar charcuterie. Ja. Hoe dat ik uh, lekker zo van die doosjes zo uh, in de en de lijst. zo. Ik heb daar zo charcuterie, Lekker worstjes en alle plastic. Ik heb geen verzameling. Ik haal die niet uit de kast. Ik heb charcuterie. kaasbankers en ja. Dat, ik, moet de, uh, ja. Ja, dat moet zo blijven. Ja, dat moet zo blijven. Dat is een rare okay. moment okay. in ieder ja. geval. Nee, nee dat was, okay. ja, dat was, uh, dan dan was uh, ja, ik, ik, dat ik was, <laughs> eigenlijk <laughs> wel mee, maar ik dacht <laughs> ook wel van, ja, ik, je Het ergste eraan, Het, het ergste eraan is dat ik je daar nog een beetje zien doen ook. Dat is vooral ah, hetgeen. Ja. Okay, ja. Dat je zo denkt dat oh, ja, dat is met dat daar dan spart. Zo ik, ze, ik was gewoon weer dik van eten, want ik dat wel lekker vind. Ja, de weer Ik heb altijd goed. charcuterie man. Ja, ja. Daar kunnen we ook nog een kwartier over deurgen, dat je wilt Wij zijn favoriet, circuit 3. Wij standaard. We're just gonna do this. Standaard. Oké. Van alles een beetje, een beetje salami, een beetje. Surimi-krapsalade. Zou ik ook wel nog mee. Crème-pâté van eens. Veel te weinig, maar kom. crème is ook. Zeg hoe oud je bent zonder te zeggen hoe je oud je bent. Zo die dingen. Crème-pâté. En. Ja. maar rijken ook zo knikken in de verte van ja krempaté zo heet voor jou, mensen. <laughs> wij wij ja, dat wel graag. Je ja, maar dat lekkers, dat niet zo vaak meer, maar dat, dat ja. is wel nog okay, Ik hou ook wel van zo van die wildpaté en zo, waar dat je dan ook zo wat van die, van die wat is dat zo aaien uh, confituur ja, 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 op zo bij ja, ja, ja. krijgt op dat soort stuff, Ken ik ook wel graag. De slaatjes, zeg ik al over zo van die met veel mayonaise crap. Uh, zo, ik zal nu maar zeggen uh, kip samurai of, of, of dat soort. om te smeren. Ja. Uh, ja 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 nee, soms een, wel niet een kip keer ja. een samurai is wel nee, nee 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 dat, <laughs> dat is ook een film van trauma <laughs> trouwens dat is <laughs> dus dat volgende popje dat je bij uh, uh, nee ja. treter je, uh, je, uh, je richting uh, <laughs> richt er in een honger hè. chicken with samurai swords dan ga je daarna echt gewoon opzoeken dat zal zin oké okay, ja. en dat is alles en bestaat, he. bestaat hey. alles bestaat dat is toch saai want chicken en ja. katana ja. waarom Nee, nee, um, Toxic Avenger heel blij mee. Hij, oh, gaat, nee. een, hij gaat een schoon kunnen hebben. Zelf. Gunther, merci voor af te komen. Het was mega cool. Moet je nog even iets pluggen? zodat jij veel aan het spelen? Waar moeten mensen naartoe als ze tickets willen kopen? Als de mensen een keer komen kijken naar mijn voorstellingen... Het is de moeite, denk ik. Het is een leuke show. We hebben er drie seconden over gebabbeld. Dus de tickets kun je vinden op www.guntherlamoet.be. Het is gewoon artwork ook. Dat kan ik heel tijd zeggen. Alle credits voor Studio Caro. Ah, dat is heel goed. Nee, die is ooit ook die is geweest, ja. Ik dacht het al, maar ik ja. durfde het niet zeggen, want als dat niet is, dan... Niets dan... Ja, nee, ja. ik vind je sexy hemd met de ketting wel goed, eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat, dat je zo vol on uh, dat is, Ja, dat is gebaseerd op een, een cover van een tijdschrift uit de jaren 70. In feite was dat het lichaam van David Cassidy. Oh, okay. Een jeugdido van... Uh, oh, ik was ook nog veel te jong van mijn zuster, denk ik. Mm -hmm. Wat, Wat, waar zat hij nou weer al in, David Cassidy? de Partridge Family, <coughs> denk Just. Ik, zoiets. Amai. God damn. Voilà. Nou zijn we echt onze leeftijd aan het verhouden. Mm. In ieder geval Gunther, merci voor de Toxic Avenger. Merci om af te komen. Veel succes met de rest van de Tour. Ja, Wij okay. komen elkaar uiteraard wel weer tegen. En de AB volgende week. Ah voilà, ziedis. Ja, voor de benefit voor uh, Eran, Turkije zeker. Ja. Voor, voor uh, een Eran inderdaad. Dus uh, ik weet niet of daar nog tickets voor zijn, maar mochten dat we nog willen doen, dat is al vol zeker? Nee, of... okay, dat is hard gegaan denk ja. ik. Ja, alright. Alhoewel, mm. de eerste wel, de AB misschien nog, nog de laatste winnen. Mm -hmm. Ik ben niet zeker, maar... Ja, zondag is ze naar B, maandag is het Gent, denk ik. En er zijn er nog een paar, hè. Wat mm -hmm. hebben gedaan, hè. Maar in ieder geval, ja, dan zien we elkaar daar. Dat is nog veel gemakkelijker. Goed, Gunther, merci voor af te komen. Het was mega cool. We zijn hier weer samen. Dat was het. We zijn terug. Mijn god, ik ben blij dat mijn stem toch min of meer terugmarcheert. Blij om jullie allemaal terug te horen en te zien. Dat was het weer voor deze week. Ik ben Alex, dat is Andries, dat is Marijke. Samen ze mij. Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik ben hier dat je gezond. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste. De... Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.